Ja, goedemiddag. Welkom allemaal. Welkom in de Bali en welkom bij het Nationaal Scholierendebat. Heel goed dat jullie er zijn. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja? Oké, heel goed. We zitten hier met een zaal voor scholieren. Maar het is ook goed om te weten dat er allemaal camera's hangen vandaag. Want er is een livestream. Dus er zijn ook mensen die meekijken via de livestream. Of via zelfs de televisie, want het is live op NPO Politiek. Dus ook voor de mensen thuis die meekijken, goed dat u meekijkt. Mijn naam is Marlijn. Ik ben programmamaker bij de Bali. En ik modereer dit programma samen met mijn collega Noortje Smelting. En zij heeft dit programma gemaakt samen met Stadslab. Achter mij staan 5 jonge politici, 5 verschillende partijen. En die gaan het over 5 onderwerpen hebben met elkaar. En al die onderwerpen hebben op de een of andere manier met jullie te maken. Jullie mogen nog niet stemmen, maar alles wat in Den Haag besloten heeft, heeft natuurlijk invloed op jullie leven en voornamelijk op jullie toekomst. En het leuke is dat politici die kunnen vandaag geen stemmen bij jullie winnen. Want omdat jullie nog niet mogen stemmen. Maar dat betekent dat ze eigenlijk heel eerlijk kunnen zijn. En dat ze alles kunnen zeggen wat ze willen. Dus dat je iets hoort vanmiddag dat misschien niet in een debat op televisie wordt gezegd, die kans is eigenlijk best wel groot. Ja, en ik richt me eerst even tot jullie, want er zijn hier 7 middelbare scholen aanwezig uit Amsterdam, Groningen, Alkmaar, Oldenzaal en Den Haag. Superleuk dat jullie hier zijn. En jullie mogen nog niet stemmen, maar wie van jullie even hand omhoog weet al waar die wel op zou stemmen als die wel mocht stemmen? Oké, het zijn er een hele hoop. Siem komt even naar een iemand van jullie toe met een microfoon. Zoek maar iemand uit. Op wie zou jij stemmen, als je mocht stemmen? Ik denk dat ik nu op de SP zou stemmen. Op de SP? Die hebben we hier niet achter ons staan vandaag. Denk jij dat jouw mening nog zou kunnen veranderen op basis van wat jij hoort? Ja, vast wel. Ik had een hele hoop onderzoek gedaan voor dit debat. En ja, de Partij voor de Dieren en PvdA GroenLinks klonken allebei erg goed, dus wie weet. Oké. Daar valt misschien nog wel wat te winnen, want wie van jullie denkt dat hij zijn ouders kan overtuigen? Hangt toch nog best wel wat van af. Oké, we hebben een heel druk programma vandaag, dus ik loop jullie even snel doorheen wat we precies gaan doen. Want 5 scholen die hier aanwezig zijn, hebben niet alleen een toeschouwerrol, maar net als jij hebben zich ook inhoudelijk voorbereid op dit debat. Namelijk het Barleyus, het Pradinius, het Montessori Lyceum Groningen, het Thij College en het Murmelius in Alkmaar. En zij hebben zich in 5 verschillende onderwerpen verdiept die op de politieke agenda staan, maar ook betrekking hebben op hun leven. En steeds roep ik zo meteen 2 leerlingen naar voren. Die gaan deze stelling inleiden. En daarna is er een flitsdebat van 7 minuten. Steeds doen er 3 politici, 3 partijen mee aan zo'n flitsdebat. En we hebben straks ook daar op de schermen de klok, dus iedereen kan het goed in de gaten houden. Maar dat is niet alles, want we hebben ook steeds 2 leerlingen. Die hebben de macht over de bel. En op het moment dat zij op die bel drukken, wordt het debat stilgelegd en gaan we naar ze toe. En dat mogen ze in 2 situaties doen. De eerste is op het moment dat er onnodig een heel moeilijk woord wordt gebruikt. Of als er geen antwoord wordt gegeven op de vraag. Ze hebben ze mee geoefend, ze zijn hartstikke scherp. Dus dat doen we dan 5 keer over 5 verschillende onderwerpen. En dan is het alweer 5 uur. Dus ik denk dat het hoog tijd is om de mensen achter mij te gaan voorstellen. De hoofdrolspelers van vanmiddag. We beginnen even bij Daan de Kort van de VVD. Dit is Daan. Applaus. Je zit al een paar jaar in de Tweede Kamer, namens de VVD. Heb je ook op de VVD gestemd toen je 18 werd en voor de eerste keer mocht stemmen? Ja, ik heb altijd VVD gestemd. Ja, klopt. Ja, en even misschien ook naar je ouders. Hebben die ook VVD gestemd? Vaak wel, maar niet altijd. Die hebben ook CDA gestemd. Op een lokale partij hebben ze ook al ooit gestemd. Maar je was helemaal overtuigd op je 18e en toen was het VVD en daar ben je bij gebleven. Ja, en daar ben ik ook voorlopig van plan. Dus, heel duidelijk, heel duidelijk. Daan de Kort van de VVD. Vervolgens gaan we naar Marieke Weijenas, naast Daan van de BBB. Je staat nu op plek 12. 11, sorry. Maar je was ook al op jonge leeftijd actief voor het CDA. Wat trok jou in de politiek op zo'n jonge leeftijd? Nou, ik ben inderdaad heel jong politiek actief geworden. Ik ging rechten studeren in Maastricht. Maar naast het rechten vond ik politiek toch ook wel heel erg interessant. En ook maatschappelijk betrokken zijn. Dat vond ik heel erg belangrijk. En zo ben ik eigenlijk via de jongerenpartij van het CDA destijds de politiek ingerold. En ik heb onlangs de overstap gemaakt van het CDA naar de BBB.
En heb je dat zelf gedaan of ben je overgehaald door de BBB? Nee, dat heb ik uit eigen beweging gedaan. Ik ben destijds bij het CDA gegaan, omdat ja, ik kom van het platteland. Hè. Daar ben ik geboren, getogen. En ik vond dat het CDA dat geluid niet meer zo goed vertegenwoordigde. En dat de BBB dat wel deed. Die komt echt op voor dat platteland, voor die MKB'er en ook voor die agrariër. Dus dat is iets wat ik heel belangrijk vind en dat heb ik bij de BBB gevonden. Mooi, goed om te horen. Daar gaan we vanmiddag vast meer over horen. Applaus voor de BBB. Ja, gaan we naar Ernst. Ernst Boutkan, je staat op nummer 3 voor Volt. En Volt staat momenteel ook op 3 zetels in de peilingen. Dus nou, in sommige op 4 of 5 hoor. Oké. Dus je bent niet zenuwachtig dat je misschien net niet meer de Kamer in komt? We gaan het zien. Ja, dus het is echt afwachten. Het is afwachten. We hebben allemaal scholieren hier uit verschillende regio's van Nederland. Nu zag ik dat jij in Brabant bent opgegroeid, toen in Leiden bent gaan studeren. Klopt. Die overstap van platteland naar de stad, heeft dat toen jouw politieke mening een beetje veranderd? Nee, maar ik moest wel heel erg wennen aan hoeveel gebouwen daar waren en hoeveel mensen daar waren. Dat duurde echt best wel lang. Dat gaan jullie misschien ook nog meemaken als je straks in een grote stad gaat studeren. Maar Volt bestond toen nog niet. Nee. Dus nee. Oké. Duidelijk. Volt, een applaus. Ja. Ines Kostic, Partij voor de Dieren, staat op plek nummer 5. Het is een beetje gek om te zeggen, maar jij bent de oudste politicus van vanmiddag. Yes. 39. Boomer. Je doet vast wel ook vaak debatten voor een ouder publiek. Is je tactiek vanmiddag anders? Omdat je met een jong publiek te maken hebt. Doe je dan anders, andere tactieken, andere manier van debat bedrijven? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben juist de politiek ingegaan omdat ik zag dat politici te veel tactieken gebruiken in plaats van gewoon zichzelf zijn. Dus ik ga vooral mezelf zijn en ik hoop dat het een beetje klikt. Wow. Dat is een heel duidelijk antwoord. Partij voor de Dieren, een applaus. Ja, last but not least, Hattemoe de Hoop. Je bent sinds 2021 actief in de Kamer, toen voor de PvdA. Je staat nu op nummer 12 voor GroenLinks PvdA. Voelt dat anders? Nee, helemaal niet. Nou, ja, het voelt misschien nog wel leuker, omdat je twee partijen mag vertegenwoordigen. En ik denk dat voor heel veel jonge mensen het klimaat ook superbelangrijk is. Dus ik ben heel trots dat ik niet alleen voor de PvdA nu Kamerlid ben, maar voor GroenLinks en de PvdA. Oké, duidelijk. En jij zei meteen ja toen we je hiervoor uitnodigden. Waarom was je enthousiast om hier aan mee te doen? Nou, ik ben zelf nu het jongste Kamerlid. En ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij de politiek. Omdat de politiek gaat toch over jullie toekomst. Hè? Er zitten heel veel mensen in de Tweede Kamer die maken nu beslissingen over dingen die ze zelf niet meer meemaken. Ja. Dus ik vind het heel goed om in gesprek te gaan met jonge mensen. En het lijkt me ontzettend leuk om ook hele moeilijke vragen van jullie te krijgen vandaag. Nou, dat gaat vast goed lukken. GroenLinks PvdA. Oké, dan is het de hoogste tijd om met het eerste debat te beginnen. Ik wil graag op de jurybankjes uitnodigen Meerte en Dina. Dan wil ik dat de partijen die al achter hun naam staan, blijven staan. Dus Ernst en Daan, jullie mogen eventjes naar beneden. En dan mogen jullie een heel hard applaus geven voor de twee eerste inleiders van de stellingen, Luca en Julia. $500 vega gehakt voor €4,99. Of ga je toch voor gewoon gehakt in de bonus voor €2,99. De meeste mensen kiezen dan toch voor de tweede optie. Er zijn eigenlijk nog geen regels voor supermarkten rondom het verkopen van vlees voor een lage prijs. Dit is best wel opmerkelijk, aangezien de vleesindustrie verantwoordelijk is voor 40% van de broeikasgasuitstoot in de voedselproductie. Het eten van één biefstukje stoot evenveel CO2 uit als met het rijden van 150 kilometer tot 250 kilometer met auto. Toch zijn er nog steeds geen regels gekomen om het vleesconsumptie te verminderen. Op 1 juli 2021 kwam er een verbod op het verkopen van alcohol met een korting van 25% of hoger. Deze wet is er zodat er meer mensen minder alcohol gaan drinken. Maar is zo'n wet dan niet ook mogelijk voor vleesproductie? Vlees is vaak goedkoper dan groente en fruit. Ook vega-opties zijn vaak duurder. Hierdoor gaan veel meer mensen vlees eten, want voor sommigen is gezond eten te duur. Als vlees duurder zou worden, zou de vleesconsumptie en dus de CO2-uitstoot omlaag gaan.
maar daarmee neem je wel de vrijheid van mensen af. Bijvoorbeeld van mensen met een lager inkomen. Voor hen is vlees dan niet meer betaalbaar. Het regelmatig eten van vlees is niet noodzakelijk om te kunnen overleven. Met het eten van een gevarieerd dieet, zoals vegetariër, en soms ook een beetje vlees, krijg je genoeg voedingsstoffen binnen. Daarom is dit probleem makkelijk aan te pakken door wet van de overheid in te voeren. Maar is het wel de taak van de overheid om zich te bemoeien met ons voedsel en te bepalen hoe duur vlees zou moeten zijn? En daardoor kunnen ze ook bepalen wat we wel of niet zouden moeten eten. Onze stelling is er moet een vleestaks komen zodat de vleesconsumptie omlaag gaat. Zodat de vraag naar vlees daalt. Heel goed, dankjewel. Ja, we hebben rode en groene bordjes staan voor de partijen. En die mogen dus draaien naar rood of groen als ze met de stelling eens zijn. Voor de zekerheid herhaal ik het nog een keertje. Er moet een vleestaks komen zodat de vraag naar vlees daalt. Ik begin met de BBB. Je stemt rood. Ja, dat klopt. Waarom? Een vleestaks in tijden waarin steeds meer mensen moeite hebben om de rekening te betalen. Mensen worden al geconfronteerd met stijgende energieprijzen, woningen die ontzettend duur zijn. En ontzettend dure boodschappen, want ik denk dat iedereen wel heeft ervaren dat de boodschappen wel elke week duurder lijken te worden. En dan zou dan nog eens zo'n vleestaks bovenop komen. Ja. Daar zijn wij uiteraard tegen. Oké. Partij voor de Dieren, ik zie dat je groen hebt gestemd. Ze zegt eigenlijk is het te duur en mensen kunnen het niet betalen. Wat zeg je dan? Nou ja, wat het te duur is het beleid van de BBB. Want dat kost vooral geld. Het geld van de overheid gaat juist nu naar die goedkope hamburgers, naar die vee-industrie. Dus burgers, jullie ouders, betalen indirect voor dat goedkope stukje dood dier. Wij willen juist die last verschuiven, ervoor zorgen dat de vervuilers gaan betalen. Dus de intensieve veehouderij, de veehouderij meer gaat betalen en groente en fruit minder wordt belast. Eigenlijk gewoon niet wordt belast. Precies het tegenovergestelde van wat de overheid nu doet. Die belast groente en fruit, die belast gezonde producten zoals haver. Maar laat de vervuilers gewoon vrij spel spelen. En dat is gewoon een slecht idee. Ja, dan wil ik even snel onderbreken, want je hebt groen gestemd. Maar in het partijprogramma van Partij voor de Dieren staat niet specifiek deze vleestaks. Hoe kan dat? Is het toch niet zo'n goed idee? Nou ja, omdat dit niet het enige is wat we gaan doen. Het fundamenteler is dat je die hele intensieve veehouderij uiteindelijk afschaft. Ja, en daar is dus een vleestaks geen onderdeel van, volgens je? Dat is zeker een onderdeel, maar daarnaast hoort ook dus dat je groente en fruit naar nul gaat belasten. Dat je gezond eten juist goedkoper gaat maken, zodat iedereen kan eten. Nu zijn juist de meest kwetsbare mensen die het al zwaar hebben, die zijn het slachtoffer van dit wanbeleid van de overheid, die groot vervuilers betaalt, de intensieve veehouderij spekt, ja, en niet de arme mensen helpt. Dus dat willen wij omdraaien. GroenLinks PvdA. Ja, het is goed om minder vlees te eten. Dat is goed voor dieren, het is goed voor het klimaat, het is goed voor het milieu. En dat probeer ik zelf ook te doen. En toch ben ik niet voor de vleestaks. En ik zal je proberen uit te leggen waarom. Bij het maken van vlees vindt er veel meer vervuiling plaats bij de productie. Ik vind dat dat veel duurder zou worden bij vlees. En ik vind ook dat we ervoor moeten zorgen dat de duurzame alternatieven, zoals biologisch eten, veel goedkoper wordt. Dan maak je veel meer impact. Het tweede is, heel veel mensen hebben niet een keuze. Voor heel veel mensen is iets duurzaams eten, veganistisch, vegetarisch vlees, is gewoon een stuk duurder, hebben geen alternatief. En de mensen die heel veel verdienen, het interesseert ze geen ene bal als het vlees wat duurder wordt. Die gaan gewoon nog steeds vlees eten. Dus ik ben bang dat de impact van zo'n maatregel te klein is. En het is ook nog zo dat het grootste gedeelte van het vlees dat wij maken in Nederland gaat naar het buitenland. Ja. Dus over het grootste gedeelte wordt niet meer betaald. Dus ik denk dat het ook niet heel veel nut heeft. En hoe zorg je dan wel dat die vleesconsumptie naar beneden gaat? Want je zegt wel dat is belangrijk. Maar er zijn ook steeds meer mensen die in Nederland zeggen ik ben flexitariër. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid vlees die mensen eten, daalt dat nog steeds eigenlijk jaren niet. Wat kan je dan hard of concreet doen om die mensen wel minder vlees te gaan laten eten in Nederland? Als je dat belangrijk vindt. Ja. Nou, het lastige of het slechte van de vleestaks vind ik dat je dan de extra lasten, hoe duurder het wordt, komt dan bij de mensen die het vlees kopen terecht. Terwijl ik vind dat die lasten veel meer bij degene moeten komen die dat vlees maken. Dat is de grote bio-industrie, waar gigantisch veel geld verdiend wordt, waar mensen voor heel weinig salaris werken. Als je dat nou duurder maakt,
dan zorg je ervoor dat het vlees inderdaad ook echt duurder wordt en daardoor het biologische eten veel goedkoper is. Dus dan wordt het daarmee voor mensen die ook een laag inkomen hebben ook veel aantrekkelijker om biologisch te eten. Ja, BBB, dat klinkt vrij logisch als je het zo hoort. Wat zegt u daarop? Nou, wat ik net al zei, wat bereikt zou worden met die vleestaks, en ik hoor eigenlijk wel dat mijn collega's het daar wel mee eens zijn, is dat het voor de normale inwoner weer duurder wordt, de boodschappen weer duurder worden, en dat je daarmee ook eigenlijk best wel een ongelijkheid creëert. Mm-hmm. En daar zijn wij gewoon echt felle tegenstander van. Maar bent u voor überhaupt de vleestaks of de vleesconsumptie in Nederland naar beneden, of vindt u dat helemaal niet nodig? Nee, dat is wat ons betreft niet nodig. Wij vinden het prima dat iedereen op zijn tijd gewoon een stukje vlees kan eten. En op zijn tijd, is dat 1 keer per week? Is dat 7 keer per week? Nou, ik denk dat iedereen dat vooral zelf moet weten. En dat is ook wat ik proberen uit te leggen. Ja. Is door met die vleestaks maak je het eigenlijk niet meer zo toegankelijk voor iedereen. En wij vinden net dat het toegankelijk moet blijven voor iedere inwoner in Nederland. Partij voor de Dieren. Toegankelijkheid is belangrijk. Toegankelijkheid van voedsel, recht op voedsel is belangrijk. Je hebt geen vleesrecht. Het vlees dat de BBB propageert, die zorgt voor het kapotmaken van onze aarde, die is verschrikkelijk voor de dieren. Er gaan 500 miljoen dieren worden gebruikt en gedood in dit land. Terwijl het niet hoeft. Daar hoort de PvdA niet over, daar hoort de BBB niet over. Het is heel belangrijk dat we met ons hart handelen en met ons hoofd. En dat betekent gewoon de intensieve veehouderij afschaffen en boeren helpen om te verduurzamen. En dat betekent dus ook goedkoper maken van duurzaam voedsel, maar echt belasten van voedsel dat niet duurzaam is. Dat betekent lef tonen en keuzes maken. Je kan niet tegen iedereen steeds blijven zeggen, alles moet maar kunnen. Nee, dat kan niet. Sommige dingen zijn gewoon echt niet meer van deze tijd en deze jongeren weten het. Ik ben het natuurlijk met de analyse die Ines maakt hartstikke eens. Hè? Er zijn veel te veel boeren in Nederland. We produceren veel te veel vlees. Het grootste gedeelte gaat naar het buitenland, dus dat hebben we zelf ook niet nodig. Maar er is één probleem. Mensen die rood staan, hebben ontzettend veel moeite om groen te doen. En die moet je helpen. En ja, dan moet je de industrie van het maken van vlees veel duurder maken. Precies. Nee, stoppen maar niet, met subsidiëren maar niet van die industrie. De boodschappen van mensen. En nee. Ik doe een handreiking naar Partij voor de Dieren om ervoor te zorgen dat groente, fruit goedkoper wordt, om te kijken of dat de BTW daarop naar beneden kan. Maar dat moet je eerst doen voordat je vlees zoveel duurder maakt. Want je raakt de verkeerde mensen ermee. En de miljonairs in het land, die afgelopen jaar nog veel rijker zijn geworden, die gaan er niet een stukje vlees minder om eten. We zeggen ook niet, we willen privéjets voor iedereen bereikbaar houden. We zeggen gewoon, sommige dingen zijn gewoon niet meer geschikt en niet voor je van deze tijd. We zorgen ervoor dat voedsel voor iedereen betaalbaar is. En als we als PvdA en GroenLinks samen kunnen optrekken om de intensieve veehouderij af te schaffen en ervoor te zorgen dat gezond voedsel betaalbaar is, dan hebben we volgens mij een mooi akkoord. Bent u daarmee eens? Nou, kijk, we moeten er alles aan doen. Ja. We moeten er alles aan doen dat voedsel in Nederland duurzaam wordt. Maar nu draait u er omheen. Nee, ik draai helemaal niet. Ik probeer antwoord te geven op uw vraag. Ja. Als u mij... Kijk, ja. Dat was de eerste bel. Een buzzer. Ja, hij draait er inderdaad. Wacht even in de microfoon. Ja. Heel goed. Nou, wat wilde je zeggen? Ik heb het laatste moment ingegeven. Ik ben nog 15 seconden te gaan. Ja, je draait er inderdaad een beetje omheen. Letterlijk wat u zei. Dus ik zou zeggen, ga en door. Wat zei ze? Volgens jou proberen ze te herhalen? Verder uit. Misschien kan de buurvrouw een beetje helpen. Ja? Of wil Ines het nog een keer herhalen? Kort herhalen. Ja. Intensieve veehouderij afschaffen. En dan begin je weer over waar je het daarvoor over had. Over de rekening bij wie die komt. Ja. Door. Je draait eromheen, had hem. Nou, ik wilde vooral... En de tijd mag weer lopen. Ja. Ik wilde vooral ook een eerlijk antwoord geven. En dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat meer mensen en boeren duurzaam doen. Maar dat er ook heel veel boeren zijn die ontzettend hun best doen op dit moment. En dat we die ook moeten helpen. En dat we niet in één keer in Nederland die industrie afschaffen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Te snel en veel in één keer. Ja. Dat was alweer 7 minuten. Ik kijk nog even naar onze 2 onderbrekers. Want misschien is er nog een vraag of iets wat bij jullie is blijven hangen. Ja, de buzzer is 1 keer gebruikt. Dus dat betekent misschien wel dat jullie toch wel vinden dat ze het vrij goed hebben gedaan. Wat hebben jullie gehoord? Ik heb allemaal dingen gehoord die gewoon argumenten, die gewoon goed overeenkomen met wat er in de partijprogramma staat. Voor mijn gevoel was het gewoon een best goed lopend debat. Oké. Misschien kijken we nog even naar de... Oh, sorry. De buurvrouw. Ja, ik vond het ook goed te volgen. Er waren niet echt lastige termen gebruikt of zo. Oké, dan kijk misschien even naar de zaal of er nog mensen zijn met een vraag. Ja, heeft er iemand een vraag? Ja, hier. Hier vooraan. Mag je even je naam zeggen en je vraag?
Ik ben Arwa en ik heb een vraag. Want inderdaad, er wordt gepraat over industrieafschaffing, toegankelijkheid, is vlees recht of niet. Maar misschien moeten we kijken naar een oplossing. Misschien een manier van oplossing, zoals u zei, is dat er te veel wordt gedaan geven aan export. Merendeel wordt niet eens gebruikt voor Nederlandse consumptie. Als er dus misschien minder naar export gaat, dan gaat er ook dus minder CO2-uitstoot, wat superbelangrijk is, CO2-uitstoting. En kan de vleesconsumptie in Nederland eigenlijk hetzelfde blijven? Is het dan dus gewoon niet handiger als we minder exporteren aan vlees? Ja. Je wil eigenlijk meer export. En voor wie is jouw vraag? Minder export. Voor wie is jouw vraag? Voor... Ik dacht dat ik het aan iedereen kon vragen. Nou, we vragen het even aan de BBB in het midden. Ja. Nou, wij zijn niet voor minder export van vlees, want wij vinden dat de agrarische sector echt het gouden ei is. Wij vinden het heel belangrijk dat die agrarische sector ondersteund blijft worden. Dus daar zijn we zeker geen voorstander van. Het is natuurlijk superbelangrijk dat de CO2 echt moet worden verminderd. Maar we kunnen natuurlijk niet de Nederlandse burgers daarmee gaan belasten. Want wij praten over de CO2-uitstoot van ons eigen land. Maar merendeel van dat vlees, waardoor CO2 wordt uitgestoten, is alleen voor export. Dus dan is het toch veel handiger als er dus minder wordt geëxporteerd. Zodat er minder CO2-uitstoot is, maar alsnog in Nederland genoeg vlees kan worden gegeten. Ja, wij kijken daar als BBB wel echt anders naar. Wij vinden dus, wat ik net zei, het gouden ei. Dat wij moeten zorgen dat we daar ook wel een morele verplichting in hebben in die voedselzekerheid. En daarom vinden wij dus ook dat er wellicht wel andere manieren zijn om samen met die agrariërs te kijken van ja, hoe kunnen we het duurzamer en innovatiever doen. En volgens mij zijn er binnen die sector ook al heel veel initiatieven. Maar die export beperken, nee, daar zijn wij geen voorstander van. Ines, volgens mij wil jij nog een korte reactie hierop geven. Ja. Hou maar kort, want dan kunnen we nog ook andere vragen uit de zaal behandelen. Heel goed. We zijn voor regionale productie en onze boeren te helpen. Maar wat belangrijk is om te zeggen is dat de vleesindustrie is een voedselverspiller. Voor vlees moet je dieren voeden. En een groot deel van ons landbouwgrond wereldwijd wordt gebruikt voor veevoer. Alleen maar om dieren te voeden. Daardoor is er honger in de wereld. We kunnen het grootste gedeelte van ons landbouwgrond niet gebruiken, omdat we daarmee dieren moeten voeden. Dat is absurd. Dus wat zij zegt, we hebben een verantwoordelijkheid voor de wereld te voeden. Nee, BBB zorgt voor wereldhonger door de vee-industrie te stimuleren. Dus wij zeggen inderdaad regionale productie, veel meer plantaardig, en onze boeren en mensen helpen om die kant op te komen. Ik een stevige aantijging. BBB zorgt voor wereldhonger. We gaan toch even op naar een volgende vraag. Wie heeft er nog meer een vraag? Siem, hier ook vooraan met de gele trui. Wat is jouw naam en wat is jouw vraag? Nee, sorry, hier. Gaan we daarna naar jou. Hallo, ik ben Nienke. Ik heb een vraag aan de BBB. Want zou het niet een goed idee zijn om bijvoorbeeld te stoppen met de import van soja voor veevoer? Yes. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat ik dan weer zeg maar, terugkom bij het antwoord wat ik net ook heb gegeven. Wij vinden het heel belangrijk dat die agrarische sector behouden blijft zoals dat die nu is. Waarom dan? Wat zegt u? Waarom, precies? Dat heb ik volgens mij net ook uitgelegd. Wij vinden het gouden ei. We hebben hier hele vruchtbare grond. Het is heel belangrijk ook voor onze economie. En wij willen graag samen die agrarische sector behouden en daar eventueel wel in verduurzamen en innoveren, maar wel in overleg met die sector. Duidelijk antwoord. Oh, is er nog één onderbreking? Een onderbreking? Gaan we daar even snel naartoe. Verduurzaming en het gouden ei. Voor mijn gevoel een beetje vaag. Oké. Okay. Dus waarom, misschien een beetje concreet. Waarom is die landbouwsector in Nederland een gouden ei? En wat heeft de rest van de wereld eraan? En hoe verhoudt dat zich tot verduurzaamheid? Misschien goed om het gouden ei nog eens verder uit te leggen waarom wij dat als BBB vinden. Wij zijn er als Nederland gewoon heel erg goed in. En het is ook heel belangrijk voor onze economie. En daarom dat wij zeggen dat is ons gouden ei. En daar moeten we dus ook gewoon heel erg goed mee omgaan. Wat niet betekent dat we niet kunnen inzetten samen met die sector om te kijken van hoe kunnen we extra duurzaamheidsmaatregelen nemen. Hoe kunnen zij misschien nog innovatiever ondernemen. Dus dat is wat ik daarmee bedoel. Ik weet niet of het zo duidelijker is. Is dat wat duidelijker? Het is een beetje duidelijker. Haptamo, volgens mij wil jij ook graag reageren. Nou ja, ik hoor mijn buurvrouw de hele tijd over een gouden ei. En ik denk alleen maar, waar komt dat gouden ei uit? Uit een plofkip. In een veel te dun hok. Is dat nou hoe we dat willen in Nederland? Ik denk het niet.
Ik denk dat er nog tijd is voor één prangende vraag. En dan gaan we naar de volgende. Ik zie iemand halverwege de tribune, Siem. Laatste vraag voor dit onderwerp. Hallo, ik ben Famke en ik heb ook nog een vraag aan de BBB. Mijn vraag is, maar als de agrarische sector dan het gouden ei is, kunnen we dat niet behouden, maar dan gewoon zonder de intensieve veeteelt? Nou, ik denk dat mijn collega dat zojuist van GroenLinks-PvdA ook al heeft gezegd. Om dat in één keer eruit te gaan gooien, dat gaat gewoon niet. Maar niemand niet. Zegt in één keer, kom op. Even die vraag serieus nemen. Nou, maar ik neem die vraag ook serieus. Nou, het is niet in één keer. Nee, maar we moeten het niet in één keer. Laten we even centraal houden, want anders kunnen we elkaar niet verstaan. De vraag is... Maar volgens mij ben ik vrij duidelijk geweest in mijn antwoord erop. Nee. He, als jullie een duidelijk antwoord willen, nee, wij willen die intensieve veehouderij niet afschaffen. Dat is geen doel voor ons op zich. We hebben wel gezegd dat we samen in overleg met die sector willen verduurzamen en innoveren. Maar wel in overleg met die sector, want dat vinden we wel heel erg belangrijk. Dus dat zij ook niet gedwongen worden om dingen te doen. En ik had nog één vraag. U heeft het wel over verduurzamen, maar heeft u dan ook een concreet idee van hoe u dat zou doen? Want ik hoor nu alleen maar verduurzamen, maar ik zie nog helemaal niks gebeuren. Nou, maar dan denk ik dat u niet goed heeft gekeken. Misschien is het dan goed als u een keer naar het zuiden van het land komt. Bijvoorbeeld in Gulpenwitten, waar ik vandaan kom. En dan zult u zien dat bijna op elke schuur van een boerderij het hele veld al vol ligt met zonnepanelen het hele dak. Dankjewel. Ik denk dat we dit, deze ronde afronden. Even een applaus voor de drie deelnemers. Ja, dan is het dus al... Laten we even stil houden. Is het tijd voor debat nummer 2. Ines, jij mag eventjes op een stoel gaan zitten. En dan wil ik heel graag Ernst naar voren vragen. En dan wil ik heel graag op de buzzerbankjes Lars en Mara. En dan mogen de leerlingen die de stelling gaan introduceren ook weer een heel hard applaus van jullie ontvangen. En dat zijn Robbie en Menno. Benno. Yes, gaan we van start. Yes. Wonen. Menselijk recht en een levensbehoefte. Helaas wordt dit recht niet altijd even goed erkend. In Nederland heerst er namelijk een woningnood. 1 miljoen woningen zouden nodig zijn in 2030 om aan de vraag van woningen te voldoen. Volgens onze demissionaire minister van Huisvesting. Ook voor studenten geldt dit probleem. Sterker nog... We komen 20.000 kamers tekort voor alle studenten. En als dit beleid onveranderd blijft, dan zal dit getal oplopen naar 50.000. Dit probleem is zo snel uit de hand gelopen dat er nu zelfs studenten moeten gaan kamperen om te studeren. En het wordt zelfs gezien als een luxe. Zijn er dan oplossingen, zul je je afvragen? Jazeker. Eentje op korte termijn. Woningsplitsen. In een Kamerbrief liet onze demissionair minister van Huisvesting weten groot voorstander te zijn van woningsplitsen om deels de woningnood op te lossen. Vooral omdat de nieuwbouw zo traag is. Met woningsplitsen zouden we zo'n 80.000 tot 160.000 extra stikstofvrije woningen kunnen creëren. Maar er is ook veel tegengas. Veel partijen vinden juist dat we woningsplitsen niet moeten aanmoedigen. Het zou de kloof tussen arm en rijk vergroten. De rijke huisjesmelkers kunnen meer vragen voor hun huizen en maken het meest profijt bij deze woningsplitsingregeling. Terwijl juist de huurders steeds meer moeten betalen voor een steeds kleinere ruimte. Om deze redenen hebben onder meer de gemeenten van Amsterdam en Rotterdam besloten dat het moeilijker gemaakt moet worden om woningen te splitsen. En 75% van alle gemeenten hebben ook gezegd dat er geen maatregelen moeten komen om woningsplitsen te stimuleren. En dat terwijl er een gigantische woningtekort is in Nederland. En, hoe heet het? ja, en nou goed, een lastig dilemma dus. Een lastig dilemma tussen het potentieel inleveren van onze leefbaarheid en aan de andere kant het oplossen van een woningramp. Vandaar onze stelling, de regeling rondom kamerverhuur moet soepeler worden, zodat studenten zoals wij een huis kunnen krijgen. Dankjewel. Yes, hele duidelijke stelling, heel mooie dilemma geschetst. We hebben 1 nieuwe partij erbij, Volt. En ik zie 3 keer bordjes op rood, klopt dat? Nee. Oké, dan beginnen we even met Volt, met de nieuwe stem. Je hebt rood gestemd, waarom? Ja, dankjewel. Ja.
ik snap dat het heel erg spannend is of je straks wel of niet een kamer hebt als je gaat studeren of je gaat een opleiding doen in een andere stad. Ik heb zelf pas 8 jaar geleden, ben ik voor het eerst gaan studeren, mijn eerste jaar. En toen had ik eigenlijk in augustus al een kamer, terwijl ik in september begon, voor ik geloof €280. Nou, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen. En dat is toen gegaan via de sociale huurwoning, de corporatie Duo in Leiden. Dat was heel makkelijk geregeld en er was meer dan genoeg aanbod van woningen. Maar wat hebben we gezien? De laatste jaren is de markt steeds verder geliberaliseerd. De mensen die geld hebben, de ouders die geld hebben, die konden woningen regelen voor hun kinderen of om eraan te verdienen aan andere studenten. En de situaties waar die mensen in terecht kwamen als het particuliere pandjesbazen waren, die waren echt heel erg. Okay. Mijn zusje bijvoorbeeld, die zit in Utrecht, die betaalt bijna €800 voor een kamer en die is hij echt niet waard. Geloof me, dat is niet te verkopen. Dus als je dit verder liberaliseert, en dit is weer zo'n stelling, dan zorg je ervoor dat huurders eigenlijk veel minder beschermd worden. En dat moeten we niet willen met z'n allen. Volt wil dat we het Rijk weer regie geven, dat we de minister van Wonen echt macht geven en wat geld om het goed aan te pakken. En dat we het via die sociale weg voor elkaar krijgen. Ik zie Marieke van de BBB vrij hard nee schudden. Nee, ik ben het daar inderdaad niet mee eens. Ik ben wel voor het makkelijker maken van dat kamerverhuren. Waarom? Een van de grootste problemen die we momenteel hebben in Nederland is dat mensen geen passende woning meer kunnen vinden. En dat zie je bij veel doelgroepen terug, maar zo ook studenten. En ik denk de scholieren die hier zitten, die binnenkort waarschijnlijk hard op zoek moeten naar een kamer, die kunnen die ook niet vinden. En waarom is dit dan een goede oplossing? Wij denken wel dat zeg maar, door bestaande woningen te gebruiken waar kamers leeg liggen. Denk bijvoorbeeld ook aan ouders waar kinderen zijn uitgevlogen en die een paar kamers leeg hebben liggen, die dan op die manier die kamers kunnen gaan verhuren. En zo kun je op relatief korte termijn, zonder extra bij te bouwen, extra kamers creëren. En daarom ben ik voor deze stelling. Klinkt vrij logisch. Er is een acuut probleem en dit is een korte termijn oplossing. En toch zeg je nee. Nee, de enige mensen die hier heel gelukkig van worden zijn de pandjesbazen. Pandjesbazen die nu al studenten in kamers laten slapen van 15, soms wel minder vierkante meter. Het enige wat ik denk, als je dat nog splitst, past het bed er niet eens meer in. Het zijn echt mensen die al gigantisch veel geld hebben, die over de rug van studenten kamers verhuren van 12, 13, €1400 voor een paar vierkante meter. Dat is niet de oplossing. We moeten juist meer regels, zodat studenten beter beschermd worden en gewoon een betaalbare woning hebben. Zo. Ja, en ik hoor dan regels, regels, regels. Ik denk dan ook, er zijn weinig nieuwe woningen die gebouwd kunnen worden. Dat werd ook net gezegd, er is een woning, een probleem ook met alle rijen en oplopen in de bouw. Dus wat is dan concreet een oplossing? Want dit wil je niet, wat wil je dan wel? Ik wil ervoor zorgen dat woningbouwcorporaties veel goedkoper woningen kunnen bouwen. Dat studenten, huisvesters, dat zijn bedrijven die bewust voor studenten vanuit een maatschappelijk belang woningen willen bouwen, dat die veel meer invloed hebben. En nu is het helaas zo dat miljonairs, echt dikke miljonairs in Nederland, gewoon al die studentenhuizen in Amsterdam opgekocht hebben. Zelfs Prins Bernhard, die heeft iets van 250 geloof ik. Die betaalt al geen cent belasting en ook niet belasting over de pandjes waar die studenten laat creperen. Dat moet je aanpakken en ervoor zorgen dat de mensen die wel sociaal willen bouwen, moet je gewoon helpen. En dat kan, maar er zijn partijen zoals de VVD die al jarenlang de grootste zijn geweest, die hebben helemaal geen belangen voor studenten. Die denken alleen maar aan mensen met veel geld. En als je dit doet, dan help je ze nog veel meer. Ja, en op een hele korte termijn, Volt, ik ga even naar jou. Ja. Het is een acuut probleem. 2 jaar geleden hadden we een scholierendebat voor de regionale verkiezingen. Toen was deze stelling precies hetzelfde. We staan nu 2 jaar later weer en er zijn nog steeds veel te weinig woningen. Dus wat is concreet, korte termijn, een oplossing die Volt kan bieden? Nou, ik denk dat we hebben gekeken naar die flexwoningen. Dan zie je dat er vaak problemen zijn in gemeentes. Want mensen zeggen, not in my backyard. Ja. Dat is natuurlijk iets wat we wel met elkaar moeten accepteren. Als we meer woningen nodig hebben, moeten ze wel ergens komen te staan. En op het moment dat het elke keer tegen wordt gehouden, nou, dan komen ze er ook niet. Dus ik denk dat daar ligt heel veel ruimte. Er ligt heel veel ruimte in het ombouwen van panden op korte termijn in grote steden. Er staat heel veel leeg. Bijvoorbeeld door leegstand te verbieden of door daar extra belasting op te heffen zou je daar heel snel iets aan kunnen doen. Het zijn allemaal dingen die ook bij gemeentes liggen. Dat kunnen ze lokaal met hun burgers regelen. Maar dan moeten wij wel met wetgeving komen in Den Haag om te zorgen dat we het ook die kant op duwen. En ik wil dat de corporaties eindelijk weer de macht krijgen om te gaan bouwen. Dus niet allemaal belastingen op winst. Zodat ze gewoon genoeg geld hebben om nieuwe huizen te bouwen voor studenten. En hoe zorgen we dat de studenten daar niet de dupe van worden? Want er is een enorm woningtekort. Niet alleen voor studenten, maar eigenlijk voor iedereen in Nederland. Iedereen wil aanspraak maken op die woningen. Hoe zorgen we ervoor dat de student door al die andere mensen die ook een woning willen niet de dupe hiervan worden? Gaan die bij Volt echt voorrang krijgen?
Nou, ik denk, hoe bedoel je dat? Dat als we nieuwe woningen bouwen, dat ze alleen maar naar studenten gaan? Of, nou, ik zit gewoon meer na te denken aan die studenten die allemaal een kamer willen op korte termijn. En hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik denk dat er geen korte termijn oplossingen zijn in dit dossier. En dus dat die studenten die moeten dan allemaal even bij hun ouders blijven wonen? Nou, maar laten we even heel eerlijk zijn. Als je kijkt naar verkamering, wie hebben daar voordeel aan? Kinderen met rijke ouders die een pand kunnen kopen en dat kunnen opsplitsen. Of pandjesbazen die een nog slechtere woning kunnen aanbieden, waar je veel te veel betaalt voor een woning waar het naar binnen regent. Is dat dan de perfecte korte termijn oplossing? Ik heb liever dat we er iets langer over doen en het goed regelen voor iedereen. Een duurzame, warme, goedkope woning. Dan dat we doorgaan op de weg waar we nu op zitten. Want dit is geen houdbare situatie. BBB, wat is uw reactie daarop? Nou, wat ik eigenlijk vooral hoor, zowel bij GroenLinks, PvdA als bij Volt, is dat ze zeggen, doe maar nog meer regels. Ga het nog maar lastiger maken om zo'n kamer te gaan verhuren. Dat vind ik een heel erg slecht idee, want volgens mij hebben we al veel en veel te veel regels in Nederland. En hoe zorg je dan dat de... Want er wordt net aan twee kanten geschetst dat vooral de ongelijkheid zou toenemen en dat er ook een kans is dat vooral pandjesbazen hier enorm van profiteren en dat de student die een kamer huurt daar de dupe van is. Hoe ga je dat tegenhouden? Ik denk dat net door dit beleid wat er nu is, dat daar net de studenten die dupe van zijn. Want doordat er zo weinig aanbod is, kunnen die kamerbazen zich zoveel huur vragen. En op het moment dat er veel meer aanbod komt, dan gaat die huur vanzelf dalen. Dus ik denk dat dit echt een goede oplossing is die bijdraagt aan het oplossen van dit woningprobleem. We zetten de tijd precies voor tijd even stil. Er is een vraag of een moeilijk woord gebruikt. Nou, de vraag is gewoon niet beantwoord. De vraag was van, hoe is het dan dat het dan juist voor de pandjesbaas beter wordt? Maar u beantwoordt alleen uw eigen vraag van, hoe wordt het beter voor de studenten? Maar wat deelt specifiek de vraag, of hoe zorgen we ervoor dat het niet de pandjesbaas maar rijker worden? En de tijd mag weer lopen. Volgens mij had ik die vraag wel beantwoord, maar ik zal het nog een keer proberen anders te verwoorden. Okay. Doordat er meer kamers beschikbaar worden, dan betekent dat studenten ook veel meer te kiezen hebben en dus ook kritischer kunnen worden op wat ga ik huren en wat betaal ik daar vervolgens voor. Dus op die manier worden die pandjesbazen, zeg maar, komen ze net in een slechtere positie dan in een betere positie. Is de vraag beantwoord? Nou, ik vind het. Ik ben mezelf het totaal niet mee eens. Want dat is iets anders. Ja, maar als je de vraag beantwoord? De vraag is, vind ik, half beantwoord. En welk deel is nog niet beantwoord? Nou, studenten kunnen juist niet kritischer worden, in mijn mening. Want het gaat maar over 3 vierkante meter. Dus want we zaten door de bus heen, dus het einde mag je nog even herhalen. Studenten worden juist niet meer kritisch, want ze zijn meer kritisch over of ze in 3 vierkante meter wel een halfbed of geen halfbed kunnen plaatsen. Dus dat is waar ze meer kritisch over gaan worden. Nee, dat heb ik niet gezegd, maar goed, de tijd is om. De tijd is inderdaad om. Heel hard applaus even voor dit debat. En voor de interruptie. Mara, heb jij... Laat dat even stil. Heb jij een reactie op wat je hebt gehoord? Ik denk dat veel van de vragen best wel heel duidelijk beantwoord werden. Er werd duidelijk taalgebruik gebruikt. En de standpunten kwamen ook zeer goed naar voren in het debat. Dankjewel voor dit mooie constructieve oordeel. Ik ben heel even benieuwd naar de zaal. Want jullie zijn zo rond de 16 jaar oud, volgens mij de meeste van jullie. Wie van jullie wil eigenlijk op kamers als die gaat studeren? Dat is bijna iedereen. Nou, iedereen. Dan mogen we flink doorbouwen. Nou, dat zijn ook veel kamers. Zo snel mogelijk weg bij je ouders. En wie van jullie maakt zich zorgen of dat ook echt gaat lukken? Toch ook bijna iedereen. De rest die heeft misschien een vader die zo'n pandje heeft. Wie wil er een vraag stellen over deze stelling? Siem, laten we maar een beetje achterin beginnen. Daar ja, helemaal de achterste rij zie ik ook mensen. Achterste rij. Yes, mag je even je naam zeggen en zeggen Hoi. Aan wie je een vraag wil stellen? Allemaal kan dat ook. En mag één iemand kiezen, want dan kunnen we iets meer vragen doen. Maar misschien kun je eerst je vraag even stellen. Ja, die helemaal links. Ja, oké. Okay. wat is je vraag? Wat gaat u doen? Is het misschien een idee dat mensen die in een gezinswoning wonen en een kamer over hebben, dat die een kamer aanbieden aan studenten? Ja, hele duidelijke vraag. Is dat een goed idee?
Nou ja, er zijn in Nederland ook best wel heel veel mensen, ouderen, gezinnen die in een woning wonen die eigenlijk best wel groot is en waarin ze niet meer hoeven te wonen en die er zelf ook best wel uit willen. Dus dat moet je mogelijk maken, zodat de woningen voor jongeren en studenten beschikbaar worden. En ik vind het wel interessant om te kijken van, kan je dat dan combineren, maar dan niet ten koste van diegene die daarin woont. Dat die dan heel veel betaalt, dat die dan opeens de hypotheek betaalt voor de mensen die daar eerst wonen. Dus dat kan wel, maar dan moet je wel echt regels hebben, zodat er geen misbruik gemaakt wordt van die student. En dat dan jij de hypotheek straks betaalt voor dat gezin. Dat lijkt me wat oneerlijk. En hoe zorg je ervoor, want al die regels maakt het misschien niet super aantrekkelijk. Moet je dan juist niet die regels wat beneden halen, zodat mensen dat makkelijker doen? En zeggen, ik heb een kamer over, het kost niet heel veel tijd om dat te regelen. Ik geef het aan de student of ik verhuur het aan de student. Ja, maar de intentie is vaak niet zo. Er zijn gewoon heel veel mensen die willen geld verdienen met die woningen. Want je betaalt eigenlijk bijna geen belasting over het geld wat je verdient uit de verhuur van woningen. Als jij werkt, als jij morgen werkt in de supermarkt, betaal jij meer belasting dan Prins Bernhard over de woningen die hij verhuurt. Dat is nou echt een probleem in Nederland wat we op moeten lossen. Want huizen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Duidelijk. Ja, misschien nog even heel kort een reactie van Marieke en dan gaan we naar de volgende vraag. Ja, ik zie dat wel echt anders. En wat ik bij mijn collega ook wel zie van PvdA GroenLinks is dat hij ook best wel weinig vertrouwen heeft in onze inwoners. Want ik denk net, en dat zei ik dus straks ook al, dat er best wel wat bewoningen zijn inderdaad bij ouderen waar kamers vrij liggen. Bij ja, gezinnen waar de kinderen inmiddels uit huis zijn gegaan. En dat daar best wel wat kansen liggen. Maar je moet dat net niet te lastig maken voor deze mensen. Dus net niet te veel regels. En daarom vinden wij dus ook dat makkelijker gemaakt zou moeten worden. Duidelijk. Wie heeft er nog een vraag? Siem, hier een beetje in het midden. Mag je je naam zeggen en voor wie de vraag is? Vraag natuurlijk. Ik ben Denise en deze is voor Volt. Want u zei dat er geen goede korte termijn oplossing is. Maar en dat we gewoon een tijd moeten wachten totdat er een goede oplossing is. Maar we wachten al zo lang. Dus wanneer kan de juiste tijd komen? Ja, dank je voor de vraag. Ik denk dat dit niet de juiste korte termijn oplossing is. Ik denk dat bijvoorbeeld hospitaverhuur wel heel veel zou kunnen doen op de korte termijn. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die leegstand tegengaan in steden en daar snel bouwen of ombouwen, dat ook kan. Hè, als je corporaties daar de ruimte voor geeft. Maar dan zorg je dat het beter gereguleerd wordt in plaats van dat pandjesbazen of particulieren dat doen. En dan voorkom je echt die uitbuiting. Dus ik denk dat daar meer de oplossing ligt. Ja. Oh, de interruptiebuzzer. Vertel. Volgens mij was de vraag hoe lang het ongeveer nog zou moeten gaan duren voordat studenten daadwerkelijk een huis konden krijgen. U heeft nu meer de vraag beantwoord. Wat zou een andere oplossing zijn? Dank je wel. Ja. Ik denk dat heel erg van de stad afhangt. Dus bijvoorbeeld in Leiden is het verschil echt veel kleiner, of het probleem veel kleiner dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Dus je kan niet zomaar zeggen, nu binnen 4 jaar is het dan opgelost met dit of dat. Dat hangt echt per stad af. Ja. Dus maar we hebben het over jaren, over tientallen jaren. Dat is natuurlijk wel fijn voor mensen die hier in de zaal zitten om een beetje een idee te krijgen van wanneer verwacht Volt grotendeels het probleem opgelost te hebben. Kun je daar een jaartal aan geven? Ja, dus ik denk dat voor de steden zou je, als je de juiste wet en regelgeving versoepelt, zou je binnen 2 tot 4 jaar echt wel hele grote stappen kunnen zetten. Maar ja, die 1 miljoen woningen, daar moeten we ook eerlijk over zijn, vind ik als politici. Dat duurt gewoon bijna 10 jaar om dat echt te realiseren. Zware boodschap voor de zaal hier. Vervelend nieuws. Ja, dat is voor mij ook niet leuk. Jij wilde even kort reageren. Nou ja, er is nog 1 oplossing en die is niet heel populair en ook niet heel leuk, maar het is wel iets waar iedereen in de politiek ook met elkaar over moet spreken. En dat is dat er gewoon ontzettend veel buitenlandse studenten zijn in een stad als Amsterdam. En het is super dat wij hier heel veel goede universiteiten hebben. Mm-hmm. Het is ook goed om met mensen uit andere landen in aanraking te komen. Maar op dit moment zijn er eigenlijk te veel buitenlandse studenten. En dat komt omdat universiteiten bijna 10 keer zoveel geld krijgen voor een buitenlandse student dan voor een Nederlandse student. En dat is eigenlijk een soort regeling waardoor het voor die universiteiten heel erg interessant is om zoveel mogelijk buitenlandse studenten naar Nederland en naar Amsterdam toe te halen. En daar moeten we ook wat aan doen. En dan kun je heel snel die vraag doen afnemen, omdat er dan gewoon minder buitenlandse studenten zijn. En hoeveel buitenlandse studenten per universiteit zou een goed ideaal zijn voor jou?
voor jullie partij? Ik denk dat je ook goed moet kijken wat voor opleiding willen we nou waar in Nederland hebben. Er zijn heel veel scholen, ik kom bijvoorbeeld zelf uit Friesland, waar ze heel blij zijn met buitenlandse studenten, omdat dan het onderwijs overeind blijft. Ja. Maar in Amsterdam hebben we eigenlijk net wat te veel. Dus je kunt dat ook een beetje meer verdelen over Nederland. En je moet dus die regeling die er is, waardoor universiteiten veel meer geld krijgen voor een buitenlandse student, moet je gewoon zo snel mogelijk afschaffen. Ja, we hebben de afgelopen weken ook veel gehoord dat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld zei dat alle universiteiten weer een Nederlands les moeten geven. Ben jij daarmee eens? Nou, er zijn opleidingen die zijn in het Engels en dan denk ik dat hoeft niet per se. Dus daar kun je naar kijken, maar er zijn ook heel veel opleidingen waarbij het supergoed is dat het juist wel in het Engels is. En ik denk dat we ook niet moeten doen alsof Nederland afgesloten is van de wereld. Dus Engels spreken op een universiteit is goed, maar dat hoeft niet bij elke opleiding. Duidelijk. We hebben nog tijd voor twee vragen. Hier vooraan. Wat is je naam, voor wie is je vraag en wat is je vraag? Mijn naam is Ruben. Een andere oplossing voor het probleem is woningsplitsing. Alle drie de partijen zeggen online op hun websites dat zij voor woningsplitsing zijn. Ook maken zij heel erg duidelijk dat zij erg voor duurzaamheid zijn. Maar de duurzaamheidseisen kan het men moeilijker en duurder maken om woning te splitsen. Dus ik wil eigenlijk aan alle drie de partijen vandaag vragen wat zij het beste plan van aanpak vinden om ervoor te zorgen dat woningsplitsing nog steeds aantrekkelijk is, maar ook nog duurzaam is. En van wie wil je het liefst weten? Dat woningsplitsing. Ik denk dat wij geen compromissen doen op duurzaamheid in dit geval. Omdat we zien dat de gebouwde omgeving enorm achterloopt. De huizen in Nederland zijn echt heel slecht geïsoleerd. We moeten een enorme duurzaamheidsslag slaan om in 2040 klimaatneutraal te zijn en het klimaat te helpen. En daar horen hoge duurzaamheidseisen bij. Dus ik sta hier altijd heel stevig in. Als we nu niet beginnen hiermee, dan gaan we het niet redden. Is dat duidelijk antwoord op je vraag? Dat u de duurzaamheid eigenlijk minder belangrijk vindt? Nee, belangrijker vindt. Het meest belangrijk? Ja. Oké, goed. Nog een korte reactie van de BBB? Ja, ik zie dat zelf wel anders. Ik denk zelf dat wij het oplossen van dat woningprobleem ook wel heel belangrijk vinden. En we vinden wel dat als er initiatieven zijn, dat die ondersteund moeten worden van die duurzaamheid. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat zoals die voorbeelden die ik net noemde, hè, bijvoorbeeld ouderen die een kamer hebben leegleggen, dat je die mensen ook niet weer met meer kosten opzadelt. Want daardoor wordt het weer minder aantrekkelijk om die woningen te gaan splitsen. Terwijl we dat nu net zo heel erg graag willen. Dus ik leg daar wel echt duidelijk een ander accent. Allerlaatste vraag. Mag een hele, het liefst een ja-nee vraag, heel kort. Wie heeft een hele korte vraag? Twijfelachtig, we gaan toch naar jou. Wie ben jij? Mij lijkt dat, als je de regeling rondom kamerverhuur versoepelt, dat het niet genoeg zal zijn om het stikstofprobleem af te rennen. Mijn vraag is aan de BBB. Hoe wilt u het stikstofprobleem oplossen, want dit lijkt mij niet genoeg hiervoor. Ja. Dat is ongeveer de allergrootste, langste vraag die je had kunnen stellen. Ja, kunnen jullie die even samenvatten? Kun je hem even samenvatten? Ja. Want ik verstond het niet supergoed. Hoe kun je dit woningprobleem oplossen en dan tegelijkertijd ook nog iets aan het stikstofprobleem doen? Nou, ik denk wel. Ik denk dat het standpunt van de BBB wel bekend is. Hè, dat we bijvoorbeeld die stikstofwet ook van tafel willen. En dat we willen dat dat anders bekeken wordt. Maar dan ga ik heel ver van deze stelling af. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik noemde het zojuist al. Als je dit goed uitvoert, hoef je niet bij te bouwen. En ik denk dat dat alleen maar positief kan zijn. Dus benut ook die kansen die er zijn. Daarmee is denk ik jouw vraag op dat punt ook beantwoord. Oké, we sluiten dit onderwerp af. Een hartelijk applaus voor iedereen. Yes, dan gaan we alweer naar de derde stelling. En ja, Haptamoe, je mag nog steeds blijven staan. Ja, sorry, je zal wel moeie benen hebben. Ines en Daniel, jullie mogen weer terugkomen. Op de jurybankjes wil ik graag uitnodigen Johan en Casper. En dan mogen jullie weer een hard applaus geven voor de twee nieuwe stellinginleiders, Sascha en Misha. Ja. Mag echt goed dicht bij je mond houden. Jullie partijen hebben veel mooie plannen betreffende de sociale zekerheid in Nederland. Zo willen jullie betere bestaanszekerheid, goede zorg en het onderwijs verbeteren.
Deze plannen kosten echter veel geld en het begrotingstekort loopt steeds verder omhoog. Om deze plannen wel te kunnen financieren, moet de vermogensbelasting worden verhoogd. Deze maatregelen focussen grotendeels op het rijkste deel van de bevolking. 83% van het Nederlands vermogen, 1521 miljard euro, ligt in handen van maar 20% van de bevolking. Terwijl de laagste groep in Nederland nauwelijks kan rondkomen. Volgens het Centraal Bureau van Statistiek gaf de overheid vorig jaar richting de 400 miljard euro uit. Terwijl de overheid uit box 3 de vermogensbelasting voor vooral rijke burgers maar 4,8 miljard euro haalde volgens het NRC. Dit is natuurlijk niet al het belasting die de rijke mensen betalen, maar in tijden zoals deze, waar de armen het erg moeilijk hebben en de rijken het goed voor elkaar krijgen, is het heel belangrijk dat de rijkere mensen de armen steunen. Maar eerst, wat is deze vermogensbelasting precies? Vermogen is de waarde van al uw bezittingen minus uw schulden. Over een deel van dit vermogen betaalt u belasting. Deze vermogensbelasting komt terecht in box 3 in ons belastingstelsel, waar vooral belastingsgeld komt van welgestelde burgers. Dit vermogen gaat dan onder andere over spaargeld en woningen waar u niet in woont. De rijkste groep in Nederland heeft vaak veel spaargeld en vastgoed. Waarmee deze mensen enorm veel inkomen krijgen. Laten we zeggen, ik heb 10 panden, 9 waar ik niet in woon. Nu betaal ik 0% belasting over dit huurinkomen. Dat moet veranderd worden. Deze groep op vermogen belasten zou enorm kunnen helpen om de sociale zekerheid en stabiliteit te voorzien voor de armere klasse in Nederland. Met dit extra geld is het mogelijk om meer subsidies en uitkeringen te krijgen en om zorg en onderwijs weer goed te regelen in Nederland. Misschien denkt u dat deze rijken veel banen creëren en goed zijn voor de economie. Maar willen wij als Nederland hetzelfde pad als Amerika belopen? Een pad met enorme kloof tussen arm en rijk. In plaats hiervan willen we een vangnet creëren waardoor deze ongelijkheid geminimaliseerd blijft. Daarom is onze stelling, om de sociale zekerheid te financieren is het noodzakelijk om de vermogensbelasting te verhogen voor de rijkste groep. Dankjewel. Dankjewel. Een duidelijk betoog. Ik zie 2 groene bordjes en 1 rood bordje. En we beginnen bij de VVD. Waarom is dit geen goed idee? Nou, ik vind wel dat het belangrijk is dat de mensen die het meest verdienen, dat die meer gaan betalen. Ja. Maar de nuance die ik daarin wil aanbrengen, je moet dan over het rendement. Hè, dus bijvoorbeeld die pandjesbaas. Haptima had het over de Prins Bernarde. De panden, het geld wat hij daarmee verdient, dat moeten we belasten. Maar dat betekent niet meteen dat we de vermogensbelasting moeten belasten. Want bijvoorbeeld een bakker, die bouwt geen pensioen op. Hè? Dus een potje voor later als hij stopt met zijn bakkerij. En die moet dat zelf sparen. En die wordt de dupe als je die vermogensbelasting puur op vermogen hoger. Dus het gaat mij om rendement. Dus die pandjesbaas, die mag inderdaad meer gaan betalen. Maar het mag niet zo zijn dat een ZZP'er, een bakker, een andere ondernemer daarvan de dupe wordt. Duidelijk verhaal. We gaan naar Partij voor de Dieren. Dit is wel een goed idee, zegt u. Ja, dit is zeker een goed idee. Om de problemen op te lossen heb je 2 dingen nodig. Inderdaad, vermogen gaan belasten. En je moet de vervuilers gaan belasten. En dat laatste is ook cruciaal. Want wat ik net in het vorige debat zei, nu belonen we vervuilers. Die mogen ook bepalen wat voor beleid we voeren. Want VVD luistert heel graag naar die vervuilers. En wij willen dat juist omdraaien. We willen juist dat jongeren bijvoorbeeld veel meer te zeggen hebben. Burgers gewoon veel meer te zeggen hebben en dat de grote vervuilers gaan betalen. Ja, maar ik heb nu even de bakker in mijn hoofd die Daan net noemde. Die zei, die heeft geen pensioen en dus die moet geld kunnen opbouwen. En met die vermogensbelasting ga je die eigenlijk benadelen. Wat zeg je daarop? Nee, je moet gewoon kijken naar het grote vermogen en die moet je gewoon belasten. De mensen die met nauwelijks rondkomen, die van hun vermogen moeten overleven, die mogen dat natuurlijk houden. Dus je moet natuurlijk progressief gaan belasten. Maar het is heel lastig om daar een onderscheid te maken. En met deze maatregel pak je dus precies die bakker die heel zijn leven hard gewerkt heeft, die zijn pensioen zelf moet opbouwen. Want als je ergens in dienst werkt, ja, dan betaal je iedere maand en dan wordt het voor jou geregeld en je pensioen wordt opgebouwd. Maar die vermogensbelasting is juist voor die ondernemer die altijd zijn bijdrage heeft geleverd, hard gewerkt heeft. Wij zeggen als VVD wel op rendement, hè, dat moeten we meer belasten. Daarmee pak je de echte miljonairs, de pandjesbaas.
Daar hebben we geen probleem mee, maar niet de bakker om de hoek. Weet je wat ik zo gek vind? Dat de VVD het altijd lastig vindt om het makkelijker te maken voor burgers die wat minder te verdienen hebben. En het heel moeilijk vindt om de grootvermogenden te belasten. Maar het heel makkelijk vindt om bijvoorbeeld belasting op groente en fruit te verhogen. Het heel makkelijk vindt om Schiphol maar de ruimte te geven om te vervuilen. In het afgelopen regeerakkoord dus was duidelijk. Het is gewoon een politieke keuze. En laten we dus samen optrekken om de mensen die al genoeg hebben, om die te laten betalen. Zodat wij allemaal verder kunnen en een gezonde leefomgeving hebben voor deze jongeren. Ik ga heel even inbreken en ik ga even naar GroenLinks PvdA. Want we brengen het even terug naar de stelling. Hoe luister je hiernaar en wat doen jullie anders? Nou ja, ik verbaas me inmiddels niet meer door de VVD. Maar ik vind het wel schrijnend. Er zijn 800.000 mensen in Nederland die in armoede leven. Er zijn kinderen die vallen flauw op school omdat ze zonder ontbijt naar school toe gaan. En er zijn alleen hier in Amsterdam 10.000 mensen zonder een dak boven hun hoofd. Mm-hmm. In een van de rijkste landen van de wereld. Vandaag kwam er nog een bericht naar buiten dat de 500 rijkste Nederlanders dit jaar weer rijker zijn geworden. Ja. Ik vind dat een hard gelag. En je moet het aanpakken. En dat kan alleen als je vermogen belast. Yes. Oké, het kan alleen als je vermogen belast. Dan wil ik nog even kort weten, hoe zorg je ervoor dat je een onderscheid maakt tussen die hele rijken? Want dat we die willen belasten, volgens mij zijn we het daar alle drie mee eens. Ja. Maar het gaat volgens mij over het verschil tussen waar ligt die grens precies? En hoe zorg je dat je niet andere mensen benadelt die dat geld misschien nodig hebben? Dat hoor ik net de VVD zeggen. Ja, en het is altijd, dat noemen ze dan in de politiek een false frame. Dan gaan ze één voorbeeld gebruiken waarbij het dan een beetje lullig is. Om dan te vergeten dat er heel veel andere voorbeelden zijn die gewoon knallend rijk worden op dit moment in Nederland. Als je het vermogen over bedrijven een beetje belast, dat valt allemaal reuze mee. Maar het gaat vooral ook over het spaargeld. Het gaat over woningen waar amper belasting over gegeven wordt in Nederland. Dat moet gewoon veel eerlijker. En als iemand die miljonair is, 100 euro per maand mist, merkt hij er helemaal niks van. Maar als jij in armoede leeft en je krijgt 100 euro per maand meer, kun je boodschappen doen. Kun je je kinderen sporten en heb je minder stress. En dat maakt een wereld van verschil. VVD. Laat ik vooropstellen, ieder kind in armoede is er één te veel. En ook vanuit de VVD hebben we de afgelopen jaar daar heel veel inzet op gepleegd. Denk aan, we hebben de uitkeringen verhoogd. En terecht, want in deze tijd is het gewoon heel zwaar om aan het einde van de maand rond te komen. Het was niet omdat de VVD dat wilde. Daar hebben wij zeker gesteund. Ook de energietoeslag, 1300 euro per jaar erbij voor de laagste inkomens. Dat was niet omdat de VVD dat wilde. De VVD heeft zeker wel, daar hebben wij gesteund. En dat vinden wij ook oprecht. Maar voor de lange termijn is het belangrijk dat we mensen in hun kracht zetten. Dat we kijken naar hun talenten. En mensen die nog thuis zitten, bijvoorbeeld in de bijstand, dat we die helpen om naar werk te begeleiden, zodat ze zelf in een inkomen kunnen voorzien. Kijk, en als mensen echt meervoudig gehandicapt zijn of zo, dan kun je dat niet van ze verwachten, dan moeten we ze fatsoenlijk helpen. Maar de VVD heeft wel degelijk veel gedaan om mensen in armoede vooruit te helpen, ook de afgelopen jaren. En als het dan gaat om die miljonair die wij ook willen aanpakken, dan zien wij dat juist bij het rendement, dat moeten we belasten. En niet dan, de vermogen. Ja, en dan wil ik heel veel inbreken, want is daar dan genoeg geld om die sociale zekerheid? Dat is het thema van deze verkiezing. Daar heeft iedereen het over. De VVD heeft het daar ook over. Is dat rendement genoeg om al die dingen om te zorgen dat mensen aan de onderkant het minder slecht hebben? Heb je dan genoeg geld als je alleen dat rendement aanpakt volgens de VVD? Ja, omdat wij daarnaast ook uitgaan van de talenten van mensen. En dat is ook de reden waarom ik de politiek in ben gegaan. Ik zie nog 4%. Ik zie alleen de contouren nog, dus ik zeg altijd, ik ben een politicus die je blind kunt vertrouwen. Maar dat terzijde, waar het om gaat is dat we te gemakkelijk mensen afkeuren, arbeidsongeschikt verklaren. Ik denk dat we moeten kijken naar de talenten, niet naar de arbeidsongeschiktheid, maar de arbeidsgeschiktheid van mensen. Dat we nog veel meer mensen die nu aan de zijlijn staan en daardoor ook in armoede leven, naar werk kunnen begeleiden. En dat dat er ook aan bijdraagt, dat we de sociale zekerheid betaalbaar houden. Het bedrijfsleven moet het goed doen, dan daarmee kunnen we ook weer betalen dat we de mensen aan de onderkant kunnen helpen. Ik ga even naar Partij voor de Dieren. Ja. Dit is gewoon het oude verhaal van de VVD. En ik snap gewoon niet dat ze in al die decennia niet hebben beseft dat sommige mensen gewoon niet eens de ruimte hebben om hun talent goed te kunnen ontwikkelen. Omdat ze nu eenmaal met 20-0 achterstaan. Omdat ze niet een rijke papa en een mama hebben. Omdat ze niet dikke bankrekening hebben vanuit hun ouders, vanuit erfenis en weet ik veel wat. Die mensen staan gewoon achter en dan heb je gewoon geen ruimte om je talent optimaal te benutten. En de VVD doet nu, als je maar hard genoeg werkt, dan komt het allemaal goed. Dat is keer op keer gebleken, dat zo werkt het niet. En dan wil ik even weten, want er zijn misschien mensen in de zaal die zeggen, ik twijfel tussen Partij voor de Dieren en GroenLinks PvdA. Wat is het verschil wat jullie bijvoorbeeld anders doen dan GroenLinks PvdA op dit thema? Want ik hoor jullie alle tegen de VVD, maar wat is het verschil tussen jullie? Ik denk dat we vrij dicht bij elkaar zitten hierin. Het verschil, zeg ik altijd maar, is je hebt aan de ene kant groen en sociaal praten en groen en sociaal doen. Mm-hmm. Ik hoorde gisteren Timmermans al zeggen tegen
een nieuw sociaal contract. Nou, ik wil heel graag met je in coalitie. Want over alles kunnen we praten en over alles kunnen we een compromis sluiten. Voor de Partij voor je Dieren geldt welzijn van mens en dier en onze planeet staat centraal. Okay. Ook bij een onderhandelingstafel. En daar moet je geen compromissen over doen. Je kunt over alles praten. Maar dit moet echt heel stevig in een coalitieakkoord staan. Een hele korte reactie van GroenLinks-PvdA, want we zijn over de tijd. Ja, ik ben alleen maar ontzettend blij met alles wat Partij voor de Dieren ook wil op sociaal beleid. Ik denk dat wij daar echt naast elkaar staan. Maar er wordt eigenlijk net gezegd, op het moment dat jullie misschien in een coalitie gaan, dan wordt er te veel compromis gesloten. Dus ik wil dat je daar nog even op reageert. Nou ja, laten we wel wezen. Wij willen zo weinig mogelijk compromissen sluiten. En daarvoor hebben we zoveel mogelijk stemmen nodig. Maar in Nederland is het ook zo dat je samen moet werken. En wij trekken altijd rode lijnen als het gaat om armoede. Dat hebben we altijd gedaan. Dat staat bij ons voorop om mensen te helpen. Dat op het moment dat we iets willen doen voor het klimaat, dat mensen daar ook toe in staat zijn en dat we hen daarbij helpen. Dus ik denk dat dat juist in het belang is voor de achterban die wij beide hebben. Het is wel helaas de PvdA geweest die hiertoe aan heeft bijgedaan. Alle problemen die we hebben met sociaal... Ja, het is wel waar. Dus dat moet je ownen en zeggen, we gaan het nu anders doen. Maar het is wel de PvdA geweest, dan kom ik toch even op die ooit verantwoordelijkheid hebben genomen. Laten we gespreksleiden We gaan rekening houden met de zaal en we gaan rekening houden met de mensen die geluisterd hebben. Wel even applaus. Ja. Johan en Casper, jullie hebben niet op de buzzer gedrukt, maar ik zag jullie wel heel vaak twijfelen. En ik zag ook dat er wel heel veel bij jullie gebeurde. Dus ik denk dat jullie hier wel het een en ander over te vertellen hebben. Ja, nou, de vragen werden volgens mij wel goed beantwoord. We waren het er niet altijd even mee eens. Maar op zich werd er wel goed geantwoord op vragen. Het was, wat dat aangaat, wel een goed debat. Ja. Ja. En... Het waren misschien, we hadden misschien andere vragen gesteld, maar dat is dan... Is er nog een vraag die je graag had willen stellen? Ja, wat is de vraag die jij... hierover zouden we willen stellen? En aan welke partij? Nou, sowieso aan de VVD. nou ja, uiteindelijk is het, komt het allemaal neer op... gaan we arme mensen op een zekere hoogte echt helpen? Of gaan we juist een beetje niks doen op een zekere hoogte? Tot op een zekere hoogte? Want je wil de arme mensen helpen. Je wil juist die mensen die niet... hun boodschappen kunnen betalen, helpen. Maar waar hou je dat geld vandaan? En mij lijkt dan het juiste antwoord van de rijken. Maar het antwoord van de VVD is daarop nee. Dus mijn vraag is, waar wil u dat geld vandaan halen? Want bestaanszekerheid is wel ook belangrijk voor u, zegt u, in deze verkiezingen. Ja. Nee, goede vraag. En kijk, wij willen het ook van de rijken halen. Alleen wij kijken daar anders naar dan de collega's hier links en rechts. Hoe je dat moet doen. En ik maak me zorgen om ondernemers... dat het te veel daar belandt. Maar als jij huizen verhuurt, dan verdien jij geld op. Ik vind dat we daar meer belasting op mogen heffen. Dus daar kunnen we het vandaan halen. En ik geloof oprecht, ik geloof in de talenten van iedereen... dat we meer mensen naar werk kunnen begeleiden... door bijvoorbeeld ook de juiste hulpmiddelen aan te bieden. Iemand te coachen. Nou, dan bespaar je ook geld, hè? Want dan hoef je die uitkering niet meer te betalen. En dat is ook een manier om het te betalen. Er wordt druk overlegd. Reactie. Ja, u zegt dat we dus huren... gaan belasten. Dus juist dat wat we nu niet hebben, namelijk woningen, gaan we sterker belasten. Is dat wat u nu zegt? Nee, het geld wat een pandjesbaas verdient op het verhuren van woningen, dat gaan we dan meer belasten. En dan belast je dus die pandjesbaas die 10 woningen heeft, maar niet die bakker die nog 1 pand heeft wat zijn pensioen is, want die wordt anders veel te hard aangepakt. De vraag werd net gesteld of dat dan ook kan van dat rendement. En u zei heel fanatiek, ja, als we alleen dat rendement gaan belasten, dan kunnen we dat ook betalen. Heeft u dat ook laten doorrekenen? En baseert u dat ook ergens op? Of zegt u dat gewoon? Nee. Hele pittige vraag. Nee, dat is een hele goede vraag. De VVD is een partij die zijn programma heeft laten doorrekenen. Een aantal partijen doen dat niet. Maar wij hebben het Centraal Planbureau. Dat is een instituut die doet al die doorrekeningen. En de voorstellen die wij doen, die zijn ook doorgerekend. En op 8 november komen die resultaten ook van andere partijen... die het bijvoorbeeld hebben laten doorrekenen. We gaan naar de vragen uit de zaal. Wie heeft er hier een vraag over? Heel veel vragen. Misschien even daar de meneer in het groen. Ja. Mijn naam is Gijs en ik heb een vraag voor mevrouw van de Partij van de Dieren. Hoe wilt u mensen die hard werken juist aanmoedigen om te werken... en de mensen die een toeslag krijgen, aanmoedigen om ook te gaan werken... en niet gewoon op een kont te zitten en niks te doen? Goeie vraag. Heel goed. Allereerst
die mensen met het vermogen, die krijgen eigenlijk het geld bijna gratis. Hè? Die kunnen alleen maar zitten en het geld groeit vanzelf omdat dat zo werkt. Maar mensen die werken, arbeid verrichten, op scholen, leraar, zorgmedewerkers. Die mensen, die moeten keihard werken en die worden belast. Dat vinden wij belachelijk. Als je keihard werkt, moet je minder worden belast. Dus mensen die aan de onderkant van verdienmodel zitten, die gaan we juist minder belasten. En die mensen die helemaal bovenaan zitten, die bijna niet meer hoeven te werken voor hun geld, die gaan we juist meer belasten. Want juist mensen aan de onderkant, die zitten daar niet alleen maar te chillen en Netflix te kijken. Die moeten zien te overleven. Vaak met kinderen die ze moeten voeden. En ja, die willen we juist helpen door die belastingen van arbeid naar beneden te halen. Is dat al een antwoord op je vraag? Volgens mij bedoel jij meer de groep mensen die dus niet werkt? Ik bedoel het ook met de mensen die niet werken. Ik ken een aantal mensen die krijgen een uitkering en die zeggen gewoon, waarom zou ik werken? Ik verdien genoeg om in mijn eentje te overleven, maar toch zijn er genoeg banen. Waarom kun je niet ervoor zorgen dat die mensen juist een baan krijgen? Dan hoef je ook niet meer te belasten. Zijn mensen blijer met de overheid? En zorg je dat mensen genoeg verdienen? Ja, heel goed. De mensen die echt niet willen werken, die denken, oh chill, ik krijg uitkering. Jij zegt dat je ze kent, maar die zijn echt in de minderheid. Ik ken ook heel veel mensen in de uitkering en die moeten echt zweten en overleven. En dat is echt geen pretje. Dus die uitkeringen moeten sowieso niet lager. Die gaan stijgen überhaupt nauwelijks mee met de inflatie. Dus de rijzende kosten van in de supermarkt wat je kan kopen. Dus dat moet je niet omlaag halen. Je moet er gewoon voor zorgen dat mensen gezond kunnen leven en dat ze juist geprikkeld worden. Dat ze, nou, ik weet niet wie jij kent, maar misschien heeft diegene iets wat hij heel leuk vindt. Dat hij in de buurt helpt. Misschien doet hij vrijwilligerswerk. Je hoeft niet altijd klassiek betaald werk te doen om nuttig te zijn voor de samenleving. Misschien helpt hij wel in de buurt. Heel veel mensen doen werk dat ook onbetaald is en dat is ook waardevol. Dus hij zegt eigenlijk, die groep waar hij het over heeft, die is te verwaarlozen, die bestaat bijna niet. VVD, heb je hier een reactie op? Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het een hele goede vraag. Want dat is wel een van de grootste problemen als we het dan hebben over sociale zekerheid. Dat als je bijvoorbeeld in de bijstand zit en dat je de stap maakt om te gaan werken, en dat juich ik toe, want ik denk dat dat goed is. Ja, dan ga je er eigenlijk te weinig op vooruit. Dat het bijna meer loont om in die uitkering te blijven. Nou, daar moeten we vanaf. Daar zetten wij ook op in. En daarbij, los van het inkomen, ik geloof ook gewoon oprecht dat een baan is veel meer dan een baan. Want een baan, daar maak je een persoonlijke ontwikkeling door. Daar doe je sociale contacten op. En dat draagt bij aan meer levensgeluk. Oké, we gaan nog even naar de zaal. Want er waren heel veel vragen. Siem, kies iemand uit. Zo. Ja, ik ben Isilde en ik heb een vraag aan de VVD. Aan het begin werd er heel veel gezegd over de bakker om de hoek die er dan heel veel last zou hebben. Maar in de stelling staat duidelijk dat het alleen over de rijkste groep gaat. Die we moeten belasten. Dus hoe zit dat dan precies? Je gelooft eigenlijk niet dat die bakker de groep is waar het eigenlijk in de stelling over gaat. Nou ja, kijk, het moet ook een beetje een debat zijn. Hè? Dus als het echt gaat om de rijkste groep, nee, maar serieus. Daar zijn we het eens met elkaar. Maar waar mijn zorg ligt, goed om te weten. En om die nuance te maken, zet ik hem ook op rood, op tegen. Die vermogensbelasting, daarmee raak je wel echt die groep ondernemers. En nou ja, die nuance, die wilde ik duidelijk maken in dit debat. Want ja, dan moet je wel ergens een duidelijke grens trekken. En dat doen de collega's niet. Wordt hier nee geschud? Nou ja, als we echt de rijkste groepen gaan belasten, dan ben ik heel blij. Want dan gaan we dankzij de VVD eindelijk multinationals belasten. Yes, gaan we doen. Want iedereen hier in de zaal betaalt meer belasting dan Shell in Nederland. Dankzij dat de VVD daar niks aan doet. Dus ik ben blij, we hebben nieuws. We gaan multinationals belasten in Nederland. Super. Nee, we gaan hier een ander debat starten, maar prima. Kijk, er wordt te vaak ook... heel slecht gepraat over die multinationals. Maar die multinationals, die creëren ook banen waar ook gewoon hele gewone mensen werken. En hoe beter het gaat met het verdienvermogen van Nederland, dus met het bedrijfsleven van Nederland, daarmee brengen we ook het geld op om die uitkeringen, om die minima te onderhouden. Dus we moeten daar niet te makkelijk over doen, want als we uw voorstellen volgen, dan jagen we heel het bedrijfsleven Nederland uit en dan zijn we nog veel verder van huis. Wat een ouderwets schrikbeeld. We gaan naar de laatste vraag van de leerlingen. Ik heb een vraag voor de VVD. U heeft vaker in uw punten gebruikt dat je iemand in zijn kracht wil zetten. Maar met je punten lijkt het heel erg alsof je iedereen die in de bijstand zit en geld van de overheid krijgt omdat het moeilijk is om geld te verdienen, alsof je iedereen in hetzelfde hokje probeert te stoppen. En dat kan natuurlijk niet.
Dus mijn vraag is, hoe wil u mensen in hun eigen kracht zetten en aan het werk zetten als ze niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen? Goeie vraag. Goeie. Nou, zeker een hele goede vraag. En ik geef ook aan, hè, als je echt meervoudig gehandicapt bent of andere problemen hebt, natuurlijk, hè, dan is het logisch dat je in die uitkeringssituatie blijft. En dan moeten we ook goed voor je zorgen. Maar ik ben daar heel fel op, misschien ook vanwege mijn eigen ervaring, omdat ik zelf een WAJONG-uitkering heb gehad en 100% ben afgekeurd. En als ik dat maar geaccepteerd had, en dan had ik hier nooit gestaan. En ik geloof oprecht dat iedereen talenten heeft. Iemand die autisme heeft, is weer heel goed met IT, met techniek, omdat hij meer geduld heeft. Iemand die blind is, is veel beter om bij de politie te werken en de boeven af te luisteren. Dus ik geloof als je een bepaalde uitdaging in je leven hebt, dat je andere talenten juist meer gaat benutten. En ik geloof gewoon dat het beter is voor mensen als ze die talenten inzetten. En als dat echt niet kan, als er te veel problemen zijn, natuurlijk moeten we dan goed met je omgaan. Maar vanwege die eigen ervaring hamer ik daar wel heel erg. Duidelijk. We hebben nog twee onderwerpen en we hebben niet heel veel tijd meer. Dus ik ben bang dat we naar het volgende onderwerp gaan. Dan wil ik even nog een applaus voor de drie mensen hier. Hapsenmoes er klaar mee, die rent van het podium af. VVD blijft staan. Ja, VVD, jij mag blijven staan, inderdaad. Marieke, je mag weer terugkomen. En Ernst ook. Dan gaan we dus al naar het vierde onderwerp, de ene laatste. We mogen op de jurystoelen komen zitten Else en Chanelle. En dan mogen we de stelling presenteren Emijma en Caries. Vertrouwen in de politiek. Iets wat enorm belangrijk is in de maatschappij. Maar ook iets wat de laatste jaren enorm is gedaald. Dit komt onder andere door de toeslagaffaire, door gaswinning in Groningen en door conflict binnen de partijen. Uit onderzoek van de CBS blijkt dat aan het begin van 2018 wel zo'n 42% van de inwoners in Amsterdam ouder dan 15 jaar vertrouwen hadden in de politiek. Na 2022 is dit gedaald naar maar 24%. Dat is een enorme forse daling dus. Daarom is onze stelling luidt ook, burgers moeten de mogelijkheid hebben om aangenomen wetten door het parlement te kunnen afkeuren door een referendum. De politiek is een pilaar voor onze maatschappij. Binnen het politieke systeem worden allerlei complexe en belangrijke afwegingen gemaakt die ons dagelijks leven beïnvloeden. Je wil natuurlijk dat de juiste mensen de juiste beslissingen maken. Wat juist is, is op voorhand soms erg moeilijk te zeggen. Maar terugblikkend op het verleden kunnen we toch wel enkele zaken, helaas pijnlijk, erg duidelijk, met elkaar concluderen. Zoals de toeslagenaffaire, waarbij er nog steeds jongeren zijn die wachten om teruggeplaatst te worden bij hun ouders. De gaswinning in Groningen, waarbij er nog steeds gezinnen zijn die wachten op schadevergoedingen. Ruzies binnen partijen, die burgers het gevoel geven dat politici zich onverantwoordelijk gedragen. Een partijzitter die oproept tot minder, minder, minder Marokkanen. En tot overmaat van ramp, een minister-president die overhaast, hals over kop, roept dat er geen tijd is voor context, op het moment dat in een jarenlang slepend conflict aan beide zijden onschuldige doden vallen. Overigens, iets wat door goede diplomatie voorkomen had kunnen worden. Is dit het voorbeeld dat we aan jongeren willen geven? Dit zijn allemaal verschillende voorbeelden, maar ze hebben hetzelfde gevolg. Vermindering van vertrouwen in de politiek. Het vertrouwen in de politiek is dus erg belangrijk om een goed functionerende, veilige en welvarende maatschappij te creëren. Het is nu dus belangrijk dat het vertrouwen weer tot een hoger niveau wordt gebracht. Dat doe je door zo nu en dan op het juiste moment belangrijke beslissingen te laten toetsen door burgers met behulp van een referendum. Een volksstemming waarbij een wet wordt voorgelegd. Na het noemen van al deze punten zijn wij tot de volgende stelling gekomen. Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te kunnen houden door middel van een referendum. Dankjewel.
Ja, mooie inleiding. Ik zie twee keer rood en één keer groen. Ik begin met de BBB. Waarom is dit een goed idee? De BBB, sorry. Ja, dank u wel. Vertrouwen in de politiek, dat is iets wat de laatste jaren echt enorm gedaald is. En dat werd zojuist ook al heel mooi uitgelegd door de scholieren die deze stellingen hebben bedacht. Mm-hmm. En de BBB die wil daar echt wel iets aan doen. Wij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in die politiek wordt hersteld. Ja, wat is dan een van de manieren om dat te doen? Dat is met een referendum. Wat we natuurlijk wel belangrijk vinden is dat we daar duidelijke afspraken met elkaar over maken. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat het land bestuurbaar blijft. Mm-hmm. Maar het is wel een hele goede manier om die burgers weer te betrekken bij die politiek. En ook zo het vertrouwen te herstellen. Dus daarom zijn wij voor het invoeren van referenda. Oké, ik ga even naar Volt. Jullie zijn tegen. Waarom is dit geen goed idee? Nou, leuk om te weten is dat Volt is opgericht na de Brexit. En dat was een referendum waarin we hebben gezien dat echt alles misging. We hebben een heel complex probleem dat op een ja of nee wordt voorgesteld aan een bevolking. Waarbij gouden bergen worden beloofd over enorme hoeveelheden geld die naar de gezondheidszorg gaan, die daar nooit zijn gekomen omdat het een leugen was. En een campagne die compleet op desinformatie gestoeld was op social media. Dat zijn de gevaren van een referendum die wij zien. Wij denken dat het veel te laat is om pas aan het einde aan burgers te vragen, wat vind je eigenlijk van deze wet? Daarom hebben wij een veel leuker idee, namelijk een permanent burgerberaad. Waarin we burgers continu mee laten praten over nieuwe wetgeving. Samen met experts en samen met politici. Waarin we juist mensen van tevoren betrekken en vragen, wat vind jij hiervan? Of waar loop je tegenaan? Of wat denk je dat dit met jou doet? En dan heb je aan het einde de ja-nee niet meer nodig. Haal je al die gevaren van het referendum weg. En herstel je toch vertrouwen in de politiek. Oké, heel duidelijk. Ik ga even naar het midden. Ik ga naar de VVD. Ik hoor hier, een referendum is geen goed idee. Een burgerberaad wel. Wat vindt de VVD? Nou, we vinden in ieder geval heel belangrijk dat vertrouwen in de politiek hersteld wordt. Want mm-hmm. dat is wel naar een dieptepunt gezakt. Maar een referendum is daarvoor niet de oplossing. En wat dat betreft ben ik het eens met mijn buurman. Het is hele ingewikkelde vraagstukken. Die kun je niet altijd in één keer voorleggen. Want er komt heel veel bij kijken. Ik geloof met een moeilijk woord, dus ik hoop niet dat er meteen gedrukt wordt, in de representatieve democratie. Dus dat houdt in dat de burger één keer in de, over het algemeen via de kans heeft om op iemand te stemmen, op die persoon het vertrouwen mm-hmm. te geven om belangrijke beslissingen te nemen. Ja, het is heel duidelijk dat u hier tegen bent. Maar wat gaat de VVD dan wel doen om het vertrouwen in die politiek beter te maken? Want jullie hebben de afgelopen jaren de hele tijd de regeringspartij geweest en het de vertrouwen in de politiek is afgenomen. Dus wat doet de VVD om dat weer op te krikken? Als het niet via het referendum is. Daar ligt zeker ook voor ons een duidelijke opdracht. En dat doen we door naar dit soort bijeenkomsten te gaan. Mm-hmm. Door gastcolleges te geven op scholen. Door werkbezoeken af te leggen. Ik heb zelf ook veel met jongeren social media sessies georganiseerd. Om op die manier in contact te staan met de kiezer, met je burger, maar ook met ondernemers en instellingen. Okay. En vooral dat contact ook goed te onderhouden. BBB, hoe luister je hier naar? Gelooft u dat gaat helpen? Nee, ik geloof dat niet. Want ik denk dat de VVD de laatste jaren hebben zij deel uitgemaakt van het landsbestuur. En net in die periode is dat vertrouwen in die politiek gedaald. Dus dan is daar blijkbaar toch ergens iets niet helemaal goed gegaan in de uitvoering. En als BBB zien we dus wel echt iets in dat referendum. Geef die burgers die stem en geef ze ook het vertrouwen om daar over mee te denken. Het lastige is, een aantal jaar geleden hebben we een referendum gehad over het associatieverdrag met Oekraïne. Oftewel, willen we met Oekraïne handel gaan drijven? Ik denk dat we daar nu alweer heel anders naar kijken dan een aantal jaar terug. Dat geldt ook voor veel inwoners. En heel veel mensen zijn hartstikke druk, gewoon met hun baan, met hun leven, met hun kinderen, met sporten. En die hebben ook niet de tijd om continu alles te lezen en dossiers te duiken. En daarom denk ik juist dat het goed is dat je iemand het vertrouwen geeft. Dat kun je doen door een stem uit te brengen. En te zeggen, ik vertrouw jou en ik hoop dat jij goede beslissingen neemt. Doe je dat niet, dan kun je ook bij de volgende verkiezingen die persoon, die man of vrouw, daarop afrekenen. Korte reactie van de BBB? Ja, ik zie dat wel echt anders. Ik denk dat het net goed is en dat we best wel hele betrokken burgers hebben die graag zouden willen meedenken. En daarom denk ik dus dat het referendum wel een hele goede oplossing is. Oké, ik geef even naar Volt. Nou, ik ben het wel eens dat het vertrouwen in de politiek op dit moment heel laag is. Dat is ook een heel groot probleem. Wij stellen iets heel concreets voor als Volt, hè, dat permanent burgerberaad. Ga nou met burgers om tafel zitten en vraag ze continu, wat vind jij hiervan? Hoe denk jij hierover? Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd hoe de andere partijen daarnaar kijken. Want dat heb ik nog niet gehoord. Oké, een burgerberaad, VVD, BBB, goed idee?
Nou, ik in ieder geval, mijn grondhouding is positief. Ik ken nog niet alle details, maar het is wel ook hoe ik mijn werk als volksvertegenwoordiger wil doen. Door vooral in contact te staan en blijven met burgers, met ondernemers. En dan heb ik wel even nog een vraag, want een burgerberaad is natuurlijk nog iets ingewikkelder en complexer dan een referendum waar je niet ja of nee op stemt. Een referendum is vaak nu nog dat het een advies is van burgers en niet een bindende advies. Dus dat het niet dat de regering daar niet per se antwoord op hoeft te geven. Hoe zorg je dat die burgerberaden niet een beetje losstand blijven, leuk advies, en dat de politiek vervolgens iets anders doet? Want dan neemt dat vertrouwen misschien nog meer af. Nou, ik denk dat ik daar heel erg kan optrekken met de VVD. Want als ik nu met jullie een burgerberaad zou houden en jullie zeggen, nou, dit is echt een goed advies en ik hou me daar totaal niet aan, dan word ik natuurlijk niet verkozen opnieuw. Mm-hmm. Dus je hebt een politici, kan je daar altijd aan houden. Ja. En ten tweede, wij hebben ook burgerbudgetten voorgesteld, maar dat werkt beter op lokaal niveau. We zien dat in gemeentes. Geef burgers gewoon het mandaat om over 5 of 10% van hun begroting te stemmen. En dan hebben de politici op een gegeven moment minder van hun begroting, minder geld, als ze zich niet houden aan de afspraken. En dan moeten ze wel luisteren naar burgers. Dit heeft fantastische resultaten geboekt, ook in Zuid-Amerika en in andere delen van Europa. Dus zo kun je op heel veel manieren kijken hoe kunnen we dat inbouwen zonder dat het meteen helemaal vast hoeft te staan. Oké, hoe luistert u daarnaar van de BBB? Goed idee. Van de BBB vinden het superbelangrijk dat burgers wel meer betrokken worden. Hè? Dus ja? Dat was ook wat ik al aangaf. Wij hebben nu een referendum genoemd, maar nu wordt nu een burgerberaad meer genoemd. Vertrouwen in van de politiek. Boelburgerberaad. Meer vertrouwen in de politiek, maar waar je voor moet uitkijken is natuurlijk, hoe ga je dat dan vormgeven? Dus ik sta niet per definitie negatief tegenover dat voorstel. Wij vinden het ook belangrijk dat burgers betrokken worden in die politiek. Maar je moet wel zorgen dat het land ook bestuurbaar blijft. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe die verder maar uitwerking het land, dan het, zou zijn. Terecht punt hoor, dat het land ook bestuurbaar blijft. Maar als je dan voor deze stelling bent, hè, en het parlement, dat zijn de mensen die wel gekozen zijn, die hebben een wet aangenomen, die ga je daarna weer terugdraaien. Ik weet ook niet of dat dan weer helpt om het vertrouwen terug te winnen en het land ook bestuurbaar, zoals u zegt, te houden. Ik denk het wel. Als je daar duidelijke afspraken over maakt, dat dat zeer zeker wel het geval is. Oké, we zijn hier aan het eind van het debat gekomen. Net voor de busser. Jullie hebben niet ingebroken, maar misschien hebben jullie wel een vraag. Nou, eerst even nog een applaus, denk ik. Ja, ook heel goed. Want Elsa en Chanel, ik hoorde jullie wel heel erg twijfelen of jullie gingen drukken. En volgens mij wilden jullie eigenlijk drukken, maar toen was net de beurt alweer voorbij. Ja, precies dat eigenlijk. Want we wouden wel drukken, maar toen we hadden overleg of we moesten drukken. En toen was alweer de volgende kandidaat aan de beurt. Nou, dit is je kans. Mijn vraag over de burgerberaad was eigenlijk, Als je dat vormt, wat is je idee dan wie daarin komen te zitten? Want krijg je dan niet een soort onderlinge politiek onder burgers? Hele goede vraag. Ja, je kan dat ook op heel veel manieren doen. We hebben ook een heel manifest geschreven. Er zijn ook heel veel boeken over geschreven de laatste tijd. Je kan het met loting doen, dat heeft Parijs bijvoorbeeld gedaan. Dus dan moeten burgers worden geloot en dan mogen ze komen beslissen van hoe gaan we onze stad duurzamer en groener maken. Je kan het ook heel groot en open maken met zelfs een soort stemming aan het einde. Ik denk dat we dat ook vooral lokaal neer moeten leggen of in de Tweede Kamer moeten bespreken met de mensen die vertegenwoordigd zijn, die ons vertegenwoordigen, die dat dan samen mogen beslissen. Het gaat er nu vooral om, als we het idee omarmen, dan kunnen we het samen vorm gaan geven. Maar volgens mij was de angst die ze op uitriep dat het een soort tweede politiek daarnaast zou worden en dat er weer allemaal onderlinge dingen zouden gaan gebeuren, toch? Ja, eigenlijk precies dat. En het ding is dat je met een stemming, als je gaat stemmen, dan kan het inderdaad zijn dat je dan komt er echt een soort tweede politiek. Want dan wordt er gestemd op wie er in de burgerraad komt. En dat is natuurlijk gewoon echt een soort derde kamer. Maar als je met een loting doet, dan heb je altijd de kans dat het een dat het heel rechts wordt of heel links. Dus dan wordt niet beide kanten goed. Oh, ik hoor mijn. Wacht. Ja, nu horen we je goed. Vertel. Ja, bij loting dan krijg je heel erg. Kan het zo zijn dat het heel erg wordt verdeeld in links en rechts. Dus dan. Ja, jullie maken je eigenlijk zorgen dat het niet helemaal kan werken. Ja, daar maak ik me heel erg zorgen om, ja. 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 Nou, ik ben ook heel blij met al die kritische vragen, want we zijn ook nog heel druk bezig met de uitwerking. Het is ook nog een heel nieuw idee. Ik denk in ieder geval dat het een beter idee is dan een referendum. Mm-hmm. Dus daarom hebben we het opgeworpen. Ga vooral ook de politiek in en help ons met dat mooi vormgeven, zou ik willen zeggen. Nou, dat is een mooie uitnodiging, denk ik. Zijn er uit de zaal nog vragen? Nou, Siem, kies inderdaad maar weer iemand uit. Wat is jouw naam? Koen. Koen, wat is je vraag en voor wie is die? Voor de VVD. Dat ik hoor dat jullie alle drie zeggen van er moet iets gedaan worden voor het vertrouwen van in de politiek. Waarom? Jullie regeren al heel lang en iedereen zegt er moet iets gebeuren, maar waarom is er nog niks gebeurd?
Nou, er is heel veel gebeurd, maar kennelijk niet genoeg. Omdat het vertrouwen ook gedaald is. Maar ik, in ieder geval, ik zit nu 2,5 jaar in de Kamer. Ik zelf, maar ook veel van mijn collega's, en laat ik het dan bij de VVD houden, die zijn wel degelijk bezig om iedere week, meerdere keren in de week, naar scholen toe te gaan, naar bedrijven toe te gaan, in gesprek te gaan. Dat is in ieder geval hoe wij daar naar kijken. En dat helpt, hopen wij, om dat vertrouwen terug te winnen. Volgens mij was dit eigenlijk niet de vraag. Want je begint nou wel te praten over dat je overlegt en dat je naar scholen gaat. Maar je praat niet over het probleem oplossen. Nou, kijk, we hebben heel veel problemen opgelost. De afgelopen 13 jaar onder Rutte en in verschillende samenstellingen. Met allerlei partijen. Kennelijk is dat voor sommige burgers niet genoeg geweest. Maar kan je misschien een voorbeeld geven van een probleem dat opgelost is? Nou ja, toen Rutte bijvoorbeeld in 2010 begon, stonden we er financieel heel slecht voor. En als ik kijk naar de economie van nu, zijn we een van de sterkste landen van de wereld. Als ik kijk naar de NAVO-norm, dus dat houdt in meer geld voor defensie, die we voor het eerst halen voor 2 miljard. We hebben heel veel gedaan de afgelopen jaren om te investeren in klimaat, in verduurzaming. Er waren al een paar voorbeelden, dankjewel. Elsa en Chanel die gaan achter Marlijn de baan aan, geloof ik. Is er nog iemand die een vraag heeft? Dat jullie debatleiders gaan worden. Er is meerdere keren benoemd dat er een risico is dat het land onbestuurbaar of minder goed bestuurbaar zou worden met bijvoorbeeld een referendum. En daarom is mijn vraag aan de BBB, want die beweert nu meerdere keren dat dat niet gebeurt als je goede afspraken maakt. Maar wat voor afspraken hebben we het dan nu over? Als je een referendum zou willen invoeren, dan blijkt uiteindelijk een meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer, dan denk ik dat het belangrijk is dat je vooral ook gaat kijken van bij welke wet en regelgeving willen we dat dan? En als we dan zo'n referendum willen, hoe gaan we dat dan doen? Want in Zwitserland heb je bijvoorbeeld ook referenda en die worden schriftelijk georganiseerd. Dus dat is wat ik bedoel, waar je dan afspraken over zou en hebben jullie daar maken al een beeld van? Want je zegt nu dat moeten we gaan onderzoeken, maar heeft de BBB daar al een duidelijke visie op van welke onderwerpen ze dan kiezen en hoe dat te werk gaat? Nee, dat hebben we nog niet verder concreet uitgewerkt. Nou, dat wordt vervolgd. Misschien dat hier vooraan nog even een vraag is. Want ik zag hier ook veel... er wordt rennen, Siem. Oh. Blijf staan. Hallo, ik heb een vraag aan de BBB. Want is het niet juist heel erg goed om burgers gelijk te betrekken in alles? Want jullie zijn juist voor meer connectie ook met het platteland. En juist heel veel burgers hebben het gevoel dat ze heel ver afstaan van de politiek. Maar kan dan juist niet het hele plan van Volt juist politiek uit Den Haag brengen en meer richting de boeren en de burgers op het platteland? Ik heb ook net gezegd wat wij super belangrijk vinden. En de stelling ging ook over het referendum. Dus daar werd specifiek naar gevraagd van ja, wat vinden jullie daar nou van als BBB? Daar zeggen wij van ja, dat is één van de manieren om die politiek dichter bij de burger te brengen. Maar bijvoorbeeld het voorstel waar Volt nu mee komt, zou ook één van de punten kunnen zijn waar we naar zouden kunnen kijken als Tweede Kamer. Ja, wat vinden we daar nou van? En zou dat ook een manier kunnen zijn om die politiek dichterbij te brengen? Maar ik denk wat ook heel belangrijk is, is dat het niet alleen maar de manier is om burgers inspraak te laten hebben, maar dat burgers ook vertrouwen krijgen in de politiek, omdat ze zien dat bepaalde problemen opgelost gaan worden. Zoals bijvoorbeeld het woningprobleem waar we het vandaag ook al over hebben gehad. Ik denk dat de stelling gaandeweg een beetje veranderd is naar moeten we een burgerberaad invoeren en dat we dan 3 groene bordjes zouden hebben. Dus dat is heel interessant. Is er nog een laatste vraag? Hoi, ik ben Enza. De BBB pleit voor meer transparantie in de politiek, waaronder specifiek lobbypraktijken. Hoe gaat uw partij concrete maatregelen nemen om het vertrouwen van burgers te herstellen, zodat beslissingen niet langer worden beïnvloed door speciale belangen? Kan u voorbeelden geven van zulke maatregelen? Dat vind ik een vrij specifieke vraag op dit moment. Dan moet ik eerlijk zijn dat ik u dat antwoord gewoon verschuldigd moet blijven. Omdat dat is niet het dossier waar ik ook heel goed in zit. Wat we wel hebben gezegd is dat we inderdaad heel erg belangrijk vinden dat die politiek transparant blijft. En volgens mij heeft Caroline van der Plas ook de laatste jaren heel duidelijk laten zien hoe zij dan die politiek voor zich ziet. Nou, ik moet ook wel zeggen, we vragen heel veel van de politici vandaag. Omdat normaal gesproken, als je aan het debat meedoet, dan heb je vaak echt één onderwerp waar je al jaren in verdiept. En hier vragen we even aan iedereen om van alles af te weten. Hartelijk applaus. En dan...
dan gaan we alweer naar het allerlaatste onderwerp. En dan mogen Daan en Ernst blijven staan. Marieke, jij mag verwisselen voor Ines. Kan je het zien dan? Nee, sorry toch? Ja. En dan mogen op de jurybankjes Isabella en Annabel. En dan een applaus voor de inleiders van de allerlaatste stelling, Charlie en Nienke. Goed. Mag ik echt in de microfoon praten? Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Nienke Meijer, dit is Charlie Lensink. En wij zijn leerlingen van het Mermelius Gymnasium in Alkmaar. En wij hebben nagedacht over de mentale gezondheidszorg in Nederland en de rol die de politiek of de overheid daarin kan spelen en op dit moment al speelt. Dit is namelijk best een groot probleem, die mentale gezondheidszorg en de gezondheidszorg in het algemeen. En wij als deze jonge generatie hebben daar heel erg veel last van. Het blijkt namelijk uit een onderzoek van de GGD en het RIVM dat de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar kampt met mentale problemen. Ja, omdat iedereen anders is en een andere achtergrond heeft, is het belangrijk dat de hulp die aangeboden wordt in de jeugdzorg goed bij de persoon past. En dat iedereen een gelijke kans heeft op deze zorg. Door bezuinigingen is dit echter niet altijd mogelijk. De bezuinigingen van honderden miljoenen euro's zijn in de laatste jaren opgesteld en doorgevoerd. In deze tijd zijn de aantallen bezuinigde euro's opgelopen tot 1 miljard euro. En het kabinet had plannen om 500 miljoen euro meer te bezuinigen. Veel organisaties die zich inzetten voor de jeugdzorg zijn het hier niet mee eens. Bijna de gehele oppositie ook niet. Gevolgen hiervan zijn dat gezinnen in een slechtere financiële situatie hieronder lijden. Roderick en Anne Fleur worden door hun ouders sneller naar een psycholoog gestuurd dan een persoon, dan leeftijdsgenoten uit een achterstandswijk. Die mensen zullen alleen hulp krijgen bij ernstige problemen. Daarnaast zijn de wachtrijen in de jeugdzorg erg lang. Zijn de wachtrijen erg lang en zijn er niet genoeg specialisten om iedereen te helpen. Bijna iedereen is het erover eens dat er moet worden gezocht naar een oplossing. Een manier om de wachtrijden in te korten. Ideaal zou natuurlijk zijn dat iedereen die daar ook maar een beetje behoefte aan heeft, meteen hulp kan krijgen. En dat allemaal gefinancierd wordt door de overheid. Maar dit kan niet zomaar. De werkdruk voor specialisten in de mentale gezondheidszorg zal hoger komen te liggen. Uit een onderzoek van de CNV blijkt dat 1 op de 4 specialisten of medewerkers in de zorg in Nederland kampt met een burn-out. Daarbij is er dus niet genoeg geld beschikbaar. Hoe moeten we dit probleem oplossen? Krijgen we straks allemaal een therapiehond? Zou kunnen. Of zullen we allemaal worden genezen door de markt? Kan ook. Nou, het zou allemaal kunnen. Tot 2016 was er in Nederland een verplichte eigen bijdrage voor ouders in de jeugdzorg. Na de afschaffing hiervan is het idee, of variaties hierop, opnieuw besproken in de Kamer. En het wordt nu nog steeds gezien als een oplossing of een mogelijke oplossing voor een deel van de problemen in de jeugdzorg. Die eigen bijdrage houdt in dat ouders een bepaald bedrag moeten betalen voor de zorg die hun kind buiten huis ontvangt omtrent de psychische gesteldheid. Er zijn hierbij bepaalde uitzonderingen van toepassing, maar uit een onderzoek dat de Tweede Kamer in 2015 liet uitvoeren, blijkt dat heel veel ouders hier niet goed van op de hoogte waren of het niet goed begrepen, omdat het niet duidelijk genoeg was opgesteld. De invoering zou mogelijk kunnen leiden tot minder kosten voor de overheid en tot een verhoging van de drempel om hulp te vragen bij een specialist, wat de wachtrijen en de werkdruk van de specialisten kan verminderen. De vraag is natuurlijk of dat een goed idee is en of de invoering van een eigen bijdrage een goed idee is. Daarom luidt onze stelling: de eigen bijdrage in de jeugdzorg is noodzakelijk. Dank u wel. Ja, duidelijk. Ja. Er zijn al heel veel argumenten op tafel gelegd. Het probleem is heel groot en heel complex, hoorden we net. Ik zie hier verschillende bordjes. Sommige staan op rood en sommige staan op groen. We beginnen bij Volt. Jij zegt, dit is geen goed idee. Ja, en dat, het gaat hier om onderzoek. De stelling is onderzoek. De reden dat wij hier tegen zijn is omdat dit in mei in de Tweede Kamer heeft voorgelegen. En toen was het eigenlijk een keiharde bezuiniging.
En wij hebben gezegd, het is niet verstandig om nu verder op de jeugdzorg te bezuinigen. We zien dat er heel veel jongeren kampen met problemen, met mentale problemen, en dat ze niet de juiste hulp krijgen. En dat is echt een heel groot probleem, omdat als je jong al niet geholpen wordt, dan draag je dat eigenlijk je hele leven mee. Dus hoe eerder we mensen helpen, hoe mooier de rest van hun leven eruit ziet en hoe beter de start is die ze krijgen. Daarnaast zien we ook dat vooral lage inkomens hier gebruik van maken. Die mensen zitten vaak ook in moeilijkere situaties en moeten sneller een beroep hierop doen. Dus daarom vinden wij het geen goed idee om ouders hier een bijdrage aan te laten leveren. VVD, jullie zijn het wel eens. Hoe luister je net naar dit verhaal? Nou, er zijn elementen waar ik me in kan vinden. Wat wij belangrijk vinden is dat als je jeugdzorg nodig hebt, dat je geholpen wordt. Ja. En de laagste inkomens, daarvan vragen we ook niet die eigen bijdrage. Maar als je meer verdient, vinden wij het ook niet meer dan normaal dat je daar ook een bijdrage aan betaalt. En wat het allerbelangrijkste is, we moeten voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg belanden. Dus dat noemen ze dan met een moeilijk woord de basisstructuur. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de moskee, de basisschool, de voetbalclub, juist die partijen die veel met jongeren in contact zijn, dat die vroeg signaleren wanneer er problemen komen en dat we die vooral helpen om veel jeugdzorg te voorkomen. Oké, okay, Partij voor de Dieren, hoe luister je hier naar? Dat zegt eigenlijk wel een eigen bijdrage, maar alleen voor mensen die dat kunnen betalen. Ja, klopt. Hoe luister je daarnaar? Nou, ik denk dat het de verkeerde weg is van ervoor zorgen dat degene die de sterkste schouders hebben om de zwaarste last te laten dragen. We hebben het in het eerder debat over gehad. Mensen met een heel hoog inkomen en vermogen, die moeten gaan betalen. En dan kan je dit soort dingen makkelijk aan. Je moet dit niet aan alle ouders gaan overlaten. Want jeugdzorg, daar is al, zei collega Van Volt al, dat is al hartstikke hard op bezuinigd. Jongeren hebben het al moeilijk genoeg. Hier moet je niet verder aan sleutelen. Je moet er juist voor zorgen dat het wordt versterkt en dat het veel meer richting de overheid wordt getrokken, zodat we controle krijgen en ervoor zorgen dat jongeren weer worden geholpen. Daarnaast moet je zorgen voor preventie, dus voorkomen dat mensen depressief worden, dat ze letterlijk ziek worden eigenlijk van hun toestand. En dat kan alleen maar door te investeren in bijvoorbeeld een gezondere leefomgeving, inderdaad in sportclubs, dat mensen iets met muziek kunnen, cultuur kunnen doen, dat dat allemaal toegankelijker wordt. En daar staat de Partij voor Dieren voor. En dan is mijn vraag, en ik ga hem even aan Volt geven. Er is net heel mooi in de inleiding geschetst dat er enorme problemen zijn, enorme wachtlijsten zijn, het kost allemaal heel veel geld. Dus wat is er nodig om een beetje een boost in die, om in die jeugdzorg te geven? Als we dit niet doen, wat is dan wel een oplossing? Nou, ik denk dat politiek gaat over keuzes maken. Dus waar we het al de hele middag over hebben eigenlijk, dat zijn allemaal vraagstukken die vragen aan ons. Ga je wet en regelgeving maken en dingen strenger reguleren, of ga je ergens geld aan uitgeven? En ik denk dat dit nou net zo'n punt is waarvan je jezelf moet afvragen, willen we daar geld aan uitgeven? En een paar jaar geleden hebben we de verantwoordelijkheid bij de gemeentes neergelegd. Ja. En ondertussen gezegd, de gemeentes krijgen minder geld om het uit te voeren, want dan wordt het efficiënter. De D, of hoe heet het ook? Nou, maakt niet uit. We hebben het naar de gemeentes getrokken. Ja. Ik denk dat dat sowieso al een vrij slecht idee was om dan dat geld eruit te trekken. Dus het is sowieso structureel meer geld nodig om de mentale gezondheidszorg, ook de jeugdzorg, weer op orde te krijgen. En dan met die eigen bijdrage. Ik maak me altijd heel erg zorgen als we op zorgdrempels gaan zetten. Mm-hmm. Je ziet het ook bij het eigen risico. Sommige mensen die kunnen in een bepaalde situatie terechtkomen dat ze het toch niet doen, dat ze het toch niet durven. En dan is later de rekening veel hoger. En zeker als het dan gaat om kinderen, om kwetsbaren, om jongeren, dan vinden wij dat gewoon geen goed idee. Dus je zegt eigenlijk, er mogen geen bezuinigingen plaatsvinden. We moeten opletten dat er geen drempel komt. De VVD, hoe luister jij ernaar? Ja, wat volgens mij het grootste probleem is, en ik zou dat graag dan onderzocht willen hebben. Zo'n 20 jaar geleden had 1 op de 7 jongeren jeugdzorg nodig. Mm-hmm. Tegenwoordig 1 op de 27. Of andersom, sorry. Ja. Dus het is heel erg toegenomen. Mm-hmm. En er zijn allerlei verklaringen voor te bedenken. Misschien, ik denk dat corona daarin een grote rol heeft gespeeld. Social media stress. Maar dat moeten we nou eens goed gaan bekijken. Waarom is die vraag naar jeugdzorg zo toegenomen? Ik denk wel dat het goed is dat we het naar de gemeente gebracht hebben. Want de gemeente staat veel dichter bij je inwoner, bij die basisschool, bij die voetbalvereniging. En kan ook eerder signaleren. Maar ik vraag me heel erg af waarom de jeugdzorg heeft toegenomen. En daar moeten en we echt goed naar kijken. Hebben jullie daar al een idee van? Nou ja, ik gaf al aan. Ik denk zelf dat met corona, met social media stress, met dat er veel meer druk op jongeren ligt dan in het verleden te maken heeft. Maar dan moeten we eens goed bekijken. En die eigen bijdrage kan wel drempelverhogend zijn. Maar daarom vind ik het belangrijk dat we tegelijkertijd juist in die dicht bij de wijk, dat we daarin investeren. Maar is de VVD dan bereid om meer geld te geven aan gemeenten om dit goed te regelen?
We hebben een onderbreking. Er is op de buzzer gedrukt. Er werd al even overlegd ook hierover. Vertel. Ja, wij hadden het idee dat de VVD niet echt antwoord gegeven had op de vraag of de bezuiniging in de jeugdzorg of dat een goed idee was. Heel scherp. Ja. Nou, voor een deel wel en voor een deel niet. Dus dit is inderdaad zo. Kijk, we hebben het bewust, en dus met de VVD, naar de gemeente gebracht in 2015. En dat doen we omdat ik het belangrijk vind dat we op tijd signaleren wanneer er problemen bij jongeren komen. Ik denk dat een school, je kunt in de rapportcijfers bijvoorbeeld zien dat het slechter met iemand gaat. Of dat de moskee of de kerk of de voetbalvereniging, in ieder geval organisaties waar je als jongere vaak komt, dat die eerder in de gaten hebben van het gaat niet goed met die jongeren. Er werd ook net gezegd. Daarom is het goed dat we het naar de gemeente hebben gedaan. Mm. We hebben ook gedacht dat het daarmee goedkoper kon worden. En dat is niet altijd het geval geweest. Partij voor de Dieren. Nou ja, dit is zo schrijnend. De VVD zegt wel, we willen het bij de gemeente brengen omdat het zo goed zou zijn. Maar ze geven de gemeente niet genoeg geld. Ik heb een vriendin, die zit in een rolstoel. En die is veel heel vrolijk, kan van alles aan zich. Maar ze zit wel vast aan die rolstoel. Dus voor haar is die rolstoel eigenlijk gewoon onderdeel van haar lichaam. Ze is afhankelijk van de zorg van de gemeente. Dat op zijn minst die rolstoel goed in shape blijft, zeg maar. Maar ze moet jarenlang wachten voor het fixen van haar rolstoel, waardoor haar eigen gezondheid, lichamelijke gezondheid, achteruit gaat. Dat kan puur en alleen door de VVD, die te weinig geld heeft gegeven aan de gemeente. En nu zegt, ja, ik weet het ook niet. Als VVD nu verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor die jongeren. Korte reactie van de VVD. Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bedieningen krijgen om ook gewoon deel te kunnen nemen bij de sportclub, bij cultuur, op de arbeidsmarkt. Dit is niet het VVD-beleid. U maakt het dit is letterlijk het VVD-beleid ondersteund door wisselend D66 en CDA, et cetera. Maar ik geloof u dat u dit wil. Het probleem is dat uw beleid tot precies het tegenovergestelde zorgt. Dus daarom zeg ik, handreiking, laten we dit regelen en meer geld naar de jeugd ook laten gaan. De tijd is om. Applaus. Even naar Isabel en Annabel, want jullie wilden eigenlijk nog een keer drukken, geloof ik, hè? Wij vroegen ons ook nog in dit debat af, omdat VVD een van de coalitiepartijen was die voor het onderzoek van een eigen bijdrage in de jeugdzorg was, hoe de VVD denkt om dus een eigen bijdrage in de jeugdzorg te organiseren zonder dat de armste kinderen en armste jongeren daar de dupe van zijn. Dat willen wij ons nog graag weten. Ja, wij zijn voor dat onderzoek. En dan zou je zeg maar vanaf een bepaald inkomen, als je daar boven valt, moet je meebetalen. Dus bijvoorbeeld boven modaal, dus het meest voorkomende inkomen. Nou, als je daar dan boven komt, dat je dan meebetaalt. En daaronder, dat de laagste inkomens, dat die niet die eigen bijdrage hoeft te betalen. Dat zou dan een manier kunnen zijn hoe je dat inricht. En dan hou je ook rekening met de portemonnee van iedereen. En hoe zorg je, want in de inleiding werd heel mooi gezegd dat het al eerder afgeschaft is. Dat was 2016. Het is in 2015 ingevoerd, dus het was maar een jaar. En toen is het afgeschaft vanwege omdat er heel veel kritiek op kwam. Hoe zorg je dat je niet een tweede keer in dezelfde fout herhaalt? Nou, door wel goed in de gaten te houden dat iedereen die dan wel moet betalen het ook daadwerkelijk kan betalen. En dat de mensen die jeugdzorg nodig hebben ook de juiste zorg ontvangen. En ik vind dat nog te vaak fout gaat. Hè. Mm-hmm. En ik wil dus ook vooral weten in dat onderzoek waarom het zo is toegenomen dat steeds meer jongeren jeugdzorg nodig hebben. Dus het gaat om dat financiële, maar het gaat ook om te onderzoeken wat nu de reden is voor al die jeugdzorg. Oké. Naar de zaal? Ja, ik denk dat we naar de zaal gaan. Ik zie weer heel veel vragen. Siem heeft de moeilijke taak om iemand uit te kiezen. Hallo, ik ben Jetske en mijn vraag was aan de VVD. U zei dat bijvoorbeeld mensen bij de moskee zeg maar ook al eerder moesten doorhebben als iemand zorg nodig had. Maar is dat niet nog meer een last voor die mensen? Want bijvoorbeeld in het onderwijs is er al zoveel druk op bijvoorbeeld de juffen en de meesters. En dan geef je nog een extra zorg. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, ik vind dat eigenlijk gewoon ook bij hun taak horen. En ik bedoel, als jij bijvoorbeeld in een moskee zit, hè, dan ben je een gemeenschap met elkaar. Je treft elkaar iedere week. Nou, op school zie je, de leraar ziet zijn leerlingen zelfs 5 dagen in de week. Dan vind ik het niet meer dan normaal dat als jij merkt van, hey, dit meisje of deze jongen is zich steeds moeilijker aan het gedragen of er gaat iets niet goed, dat je dat meldt bij de ouders of bij de gemeente. En dan kun je juist voorkomen, hè, want als je er op tijd bij bent, dat iemand die hele heftige jeugdzorg nodig heeft. Dus ik vind het ook een logische taak, ook in het belang van het kind. Ik wil even een korte reactie van Volt. Hoe luistert u hiernaar?
Want het is een terechte vraag dat gezegd wordt. Misschien komt er te veel druk bij al die instellingen, bijvoorbeeld het onderwijs, te liggen. Nou, ik denk dat in het onderwijs er sowieso nog wel wat druk naar beneden kan. En ik ben het hier wel echt met de VVD ook eens. Okay. Dat de mensen die het dichtst erbij staan, die signaleren net het eerste. Ja. Ik denk alleen dat je dan niet moet denken dat het efficiënter en goedkoper kan. En dat je dan dus moet bezuinigen, want dan krijg je die problemen. Dat is wat ik bedoelde. Oké, duidelijk. Een andere vraag misschien nog. Ik heb een vraag voor de Partij van de Dieren. Ik zou graag willen weten wat jullie plannen zijn om de slechte roep rondom mentale gezondheid te verminderen. Omdat het vaak wel nog een taboe is en dat het ook minder makkelijk bespreekbaar maakt. En dat er ook voor zorgt dat jongeren minder snel om hulp vragen. Ja, heel goed. Dat laatste is echt fundamenteel. Ik weet niet of jullie onze lijsttrekker Esther Ouwehand kennen. Maar die heeft tot nu toe 2 keer een burn-out gehad. En die is heel openhartig over geweest. In het Tweede Kamerwerk is ontzettend zwaar. Er zit heel veel druk achter. En zij heeft dat gewoon gedurfd. Niet iedereen durft dat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen juist in posities die voor de camera staan, dat durven en laten zien aan jongeren. Het is oké om kwetsbaar te zijn. En je hoeft niet te presteren, hele tijd maar door te werken en maar meer en meer geld te blijven verdienen. Want ik heb het gevoel, zo voelde ik me ook toen ik een jongere was, dat ik voor allerlei doelen moest gaan halen. Terwijl daarnaast ook nog eens bijvoorbeeld ik voor mijn moeder moest zorgen of voor mijn oma. En de klimaatcrisis boven mijn hoofd hing. Dus volgens mij moet je ervoor zorgen dat je openhartig bent, dat jongeren erover kunnen praten. En daarnaast investeren in mensen die de jongeren kunnen helpen. Want we hebben het erover gehad, hè, dat mensen in de moskee of in de sportschool kunnen signaleren als het niet zo goed met iemand gaat. Maar ja, als je vervolgens aanklopt bij de gemeente en die kan daar niks mee, want er zijn ellenlange wachtrijen, dan zit je vast. Dus je moet gewoon echt gaan investeren. Ja, en de zorg dat het bespreekbaar wordt, hoor ik je zeggen. Ja. En juist mensen op een positie waarin dat misschien niet zo voor de hand ligt om dat te doen. Is er nog een vraag? Hallo. Mijn vraag is aan de VVD, want die willen dus nu die eigen bijdrage invoeren. En mijn vraag is, waar zou dat geld dan naartoe gaan? Zou dat bijvoorbeeld geïnvesteerd kunnen worden in de jeugdzorg weer, om die wachtrijen te verlagen en de werkdruk van het zorgpersoneel te verlagen? Ja, het is een onderzoek, hè, om te beginnen, maar als we ergens een eigen bijdrage voor vragen, dan vinden we het ook logisch dat je dat investeert in, nou ja, waar je het dan vandaan haalt. Dus dan moet je het dan zeker op richten. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het vind dat je met dat onderzoek, dat kost ook al heel veel geld. Dus dat kan je ook beter investeren in bijvoorbeeld jeugdzorg. Ja. En het kost tijd, dus je bent alleen maar aan het rekken om de problemen echt op te lossen. En als laatste, dit systeem wat VVD voorstelt, dat creëert alleen maar meer papieren werk. Met een moeilijk woord bureaucratie genoemd. Nou, dus en dat wil je juist voorkomen. Dus laten we het simpel houden. Er moet gewoon meer geïnvesteerd worden in de jeugdzorg. Volgens mij weet ik beter wat de VVD wil dan mijn collega hier links van mij. Maar, want we willen juist de zorgprofessional, die weet het best welke zorg goed is voor het kind. En ik denk ook dat de omgeving van het kind, hè, dus de ouders, ik noemde al voorbeelden zoals de school, die weten heel goed wat het kind nodig heeft. Dus wij willen juist minder bureaucratie, daar pleiten we al jaren voor. Hè? Minder regels, minder bureaucratie. De zorgprofessional en het kind. Maar die eigen bijdrage gaat toch tot meer bureaucratie leiden? Meer papierwerk, meer onderscheid van wie wel, wie niet, net op het randje. Nee, is toch meer last op die mensen die op welk werkvloer werken ook. En meer stress ook voor die ouders. Nog een korte reactie en dan gaan we naar de laatste vraag voor dit onderwerp. Nee, maar de Belastingdienst die weet precies wat mensen verdienen in Nederland. Oh, de Belastingdienst weet dat. Die weet precies wat het inkomen is. Ja. Dus daarop kun je ook beoordelen van, nou, moet iemand, hè, want die verdient genoeg om een eigen bijdrage te leveren. Dat is allemaal praktisch in te richten. Daar moet die zorgprofessional niet mee bezig zijn en geen last van hebben. Want die moet vooral bezig zijn met de goede zorg leveren. Ja, we hebben nog wat tijd voor 2 laatste vragen. Dus ja, Sima, jou de moeilijke taak om die 2 uitverkorenen uit te kiezen. Ja, ik hoorde u zeggen zo van, de mensen om me heen kunnen het zien van dat kind dat hij last heeft van problemen, maar heel vaak is dat niet zo. Houdt dat kind dat heel goed verborgen voor zijn ouders. En zeker als dat dan geld gaat kosten voor die ouders, is het vaak een taboe voor dat kind om eroverheen te stappen. Dus hoe gaat u er dan voor zorgen dat er geen taboe is, dat het kind zelf naar de ouders toe gaat voor VVD? Ja. Nee, een hele goede vraag, want er zijn inderdaad ook kinderen die het bewust heel erg verborgen houden of zich daar ook voor schamen. En dan heb je wel echt de jeugdzorg nodig. Omdat wij zeggen van de laagste inkomens, die hoeven niet mee te betalen,
dan denken we dat die, nou, daar zal dan geen drempel voor zijn. Ja, en ouders die het kunnen betalen, bedoel, ik ben ervan overtuigd dat ouders het beste met hun kind voor hebben. Dus daar maak ik me geen zorgen om. Allerlaatste vraag. Wat is jouw naam? Tim. Ik had een vraag aan mevrouw van de PVDD. U zei dat er meer investering moet komen voor de jeugdzorg. Daar ben ik het over het algemeen volledig mee eens. Maar dan heb ik wel direct de vraag in mijn hoofd. Waar moet deze bijdrage vandaan komen? Waar moet u het geld vandaan halen voor die investering? Als u dan niet een eigen bijdrage kan vragen. Heel goed, heel goed. Nou, we hebben het ook in een vorig debat over gehad. We hebben een verzorgingsstaat, hè, dus het pamperen, niet van mensen die het als waar hebben, maar voor multinationals. Voor grote bedrijven die ons ongezond maken, die ons klimaat vernietigen, de vee-industrie. Daar gaat heel veel belastinggeld naartoe. Dus waar de Partij voor de Dieren voor staat, is het geld dat er eigenlijk al is, gewoon slimmer besteden. Niet meer naar die grootvervuilers, niet naar die bedrijven die al voldoende hebben, maar juist naar dit soort fundamentele, belangrijke zaken. Dank jullie wel. Applaus. Nou, jullie hebben allemaal echt super goede bijdragen geleverd. Dus heel erg bedankt daarvoor. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wie is er van gedachten veranderd tijdens dit debat? Siem, nee, je mocht nog niet gaan zitten hoor. Nou, ik zou eigenlijk inmiddels denk ik dat ik op de Partij van de Dieren zou stemmen. Yes. Iemand anders? Heeft iemand iets nieuws gehoord? Hier achterin zie ik nog even iemand helemaal achterin. Ja, ik denk eigenlijk dat ik eerst bijeen in gedachten had. Maar ik denk nu ook Partij van de Dieren eigenlijk. Dankjewel, dankjewel. Ah, is er duidelijk nog één laatste iemand die misschien iets nieuws of onverwachts heeft gehoord van een partij waar die dat niet van had verwacht? Hier vooraan. Vooraan hier iemand? En ook nog hier. Hallo. Ik hoorde dat idee van de burgerraad. En ik vind dat wel ja, een goed idee om uit te werken eigenlijk. Vind ik wel interessant. Heel duidelijk. En helemaal hier vooraan. Wat heb jij voor nieuws gehoord? Nou, ik was eerst altijd van mening wel ook vroeger dat Partij van de Dieren een goede partij was. Maar na dit debat ben ik juist meer van de VVD. En dat komt vooral... Ja, dat komt vooral omdat ik denk dat de meeste mensen hier in de zaal, die kiezen nu voor Partij van de Dieren. En dat komt vooral door de persoon die probeert heel erg de jongeren aan te trekken. Maar ik vind dat VVD, veel sterkere standpunten heeft en een betere toekomst heeft op zich. Ja. Duidelijk. Oké. We gaan hem hier afronden. Ik denk dat jullie alle twee voor de allerlaatste keer, voor alle inleiders, voor alle onderbrekers en voornamelijk ook voor de 5 politici, een heel hartelijk applaus te geven. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het meedoen en we hopen dit heel snel weer te doen, dus dan hoop ik jullie weer te zien. Dankjewel.